Mogen ambtenaren van de gemeente Rotterdam social media inzetten om bijstandsfraude op te sporen? Hoe goed was Hof van Twente beschermd toen hackers de gemeente platlegden met gijzelsoftware? En wat vinden we ervan dat de lantaarnpalen op de boulevard van Scheveningen sensoren krijgen waarmee bewegingen van mensen worden gemeten? En wie mag die data dan gebruiken? Goedemorgen collega's. Digitalisering kan heel abstract klinken, maar in deze voorbeelden uit de praktijk wordt het concreet en actueel. En je voelt meteen, digitalisering is niet iets dat ons zomaar overkomt. Het is het gevolg van menselijke keuzes, ethische en politieke keuzes die vaak gewoon in onze eigen gemeenteraad worden genomen. Want de vraagstukken in Rotterdam, Hof van Twente en Scheveningen gelden uiteindelijk voor alle Nederlandse gemeenten. U kunt de digitale kansen tastbaar maken. Maar u moet tegelijk ook de waarden afwegen die voor de lokale samenleving van belang zijn. En normen stellen om de ongewenste effecten te voorkomen. Zo kunt u laten zien hoe digitalisering de samenleving beter kan maken. En daar wil ik graag samen met u in optrekken. Ik werk samen met het kabinet aan een ambitieuze nationale digitaliseringsagenda. En die agenda moet ons een steviger digitaal fundament geven. Voor een bloeiende economie, voor een weerbare digitale samenleving en voor een dienstbare digitale overheid. Dat betekent dat we samen kansen en risico's concreet moeten maken. Het is een agenda van en voor ons allemaal. Van gemeenten, provincies en het Rijk. Van bedrijven, wetenschappers en andere partners uit Nederland en Europa. Ik wil het dus samen met u concreet maken. Met Rotterdam, met Hof van Twente, met Den Haag en al die andere gemeenten. Daarom was ik vanmorgen graag bij u geweest. Maar helaas lukt dat niet. Ik ga namelijk langs bij de gemeenten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ook daar speelt digitalisering een belangrijke rol. Maar toch wil ik nu een oproep aan u doen. Maak digitalisering al politiek in uw gemeente. Bijvoorbeeld door het heel expliciet te maken in het coalitieakkoord. Of via een lokale digitale agenda, een raadscommissie digitalisering of een wethouder digitalisering. En ik kom ook graag bij u langs om te praten over uw digitale kansen en dilemma's. Of het nu om data gaat, om digitale veiligheid of om nieuwe technologie op straat. Ik hoop u dus snel te zien of te spreken. Dank u wel. Kijk, goedemorgen dames en heren. Van harte welkom hier vanuit Beeld en Geluid hier in Den Haag voor een raad op zaterdag over digitalisering. En u hoorde het staatssecretaris al zeggen, we moeten het politiek maken. Er is een nationale agenda, maar hoe zit het eigenlijk met de gemeentelijke agenda's als het gaat om digitalisering? En dan moeten we het ook hebben over dat begrip digitalisering. Want ja, dat is best wel een beetje een soort containerbegrip natuurlijk. Daar gaat ontzettend veel achter weg. Dat gaat over vragen over hoe koop je in? Wat doe je met gegevens? Welke discussie heb je met elkaar? Maar ook natuurlijk, het zijn niet alleen problemen. Welke mogelijkheden bieden digitalisering nou bijvoorbeeld voor burgerparticipatie? Op een andere manier met je samenleving in gesprek gaan. Allemaal onderwerpen die we de komende 2 uur met elkaar hier gaan bespreken op deze raad op zaterdag. En u kunt ook meedoen, daar kom ik zo meteen in ieder geval nog even op terug. Ik heb in ieder geval 2 mensen hier staan die hiermee bezig zijn en ook hebben gezegd, wij moeten een keer over dit onderwerp een raad op zaterdag organiseren. Robert van Dijk, griffier in Teylingen, van harte welkom. Goedemorgen. Dankjewel. Ja. Nathan Ducassel, directeur informatiesamenleving VNG. Goedemorgen ook. Ja. Ik zeg dat gelijk, jullie zeiden van ja, we moeten dit een keer met elkaar bespreken. Waarom? Ja, omdat het echt iets is wat onze samenleving verandert. Het verandert de manier waarop inwoners met elkaar omgaan. Het verandert de manier waarop we zaken doen. Het verandert de manier waarop we inkopen doen. Het verandert de manier waarop we ons verhouden tot de overheid. En dat is in essentie een politiek vraagstuk. Ja. Robert, en dan hoor je van het verandert, maar je denkt, ja, we zitten er toch al lang middenin. Ik bedoel, dit hadden we toch eigenlijk bij wijze van spreken 15 jaar geleden moeten organiseren. We zitten midden in die digitalisering. Ik zat even om me heen te kijken, net een paar mensen achter het scherm. Ze zitten allemaal op hun telefoon. Ze zijn allemaal bezig, zijn allemaal online bezig. Waarom nu? En dat is een hele goede constatering, dat digitalisering is overal. Hè, maar je ziet het wel enorm toenemen de laatste jaren. Hè, je ziet het binnen de muren van het gemeentehuis toenemen. Hè, wat je zegt, je ziet het in het publieke domein toenemen. Je ziet het op straat toenemen. He, en wat nu nog geregeld moet worden, is die governance rondom die digitalisering. En daar is het heel belangrijk dat die raden, want die gemeenteraden zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk in die gemeentes, dat daar meer aandacht komt voor die governance. En ja, dat op de agenda komt te staan. Nou, als we het hebben over governance, waar hebben we het dan over? Nou, dan hebben we het over keuzes maken.
Digitalisering is er al 30 jaar, het is er misschien al wel 50 jaar, maar het is nog een ontzettend nieuw vakgebied. En het is een impact op onze samenleving die in heel rap tempo verandert. En je moet dus kiezen, wil ik mijn data gratis weggeven? Wat vind ik daarvan als politiek? En is gratis wel echt gratis? Wil ik pop-up stores in mijn gemeente? En wat doet dat met mijn binnenstad? Hoe ga ik om met pestgedrag, wat online zich veel meer manifesteert, criminaliteit wat veel meer naar online gaat? Hoe verander ik ook mijn inzet richting een politie, richting mijn BOA's, richting wat de gemeente daarin reguleert? Is het lastige niet dat je eigenlijk gewoon soms ook als privépersoon hier eigenlijk gewoon weinig van weet? Ik bedoel, als ik zelf kijk, als ik de voorwaarden moet goedkeuren van, noem maar wat, bijvoorbeeld een Apple, dat is geloof ik, hoeveel pagina's zaten we, geloof ik, 50, 60, ik weet het niet, ik heb ze nooit echt gelezen. Dus hoe kan ik verwachten dat je als raadslid bijvoorbeeld wel dat bewustzijn aan de dag legt, terwijl ik het als privépersoon vaak eigenlijk ook niet doe, kies ik vaak voor het gemak. Ja. Je kan hem ook omdraaien. Hè? Als je kijkt naar een raadslid, heeft een kaderstellende functie, een controlerende functie en een volksvertegenwoordigende functie. En ik zeg dan altijd zo, hè? Als raadslid hoef je ook geen accountant te zijn om vragen te stellen over financiën. Ja. Zoals met digitalisering ook. Hè? Als je ziet dat die ontwikkelingen zijn, hè? Je moet die kennis en kunde in die raad bevorderen. Maar je hoeft geen ICT'er te zijn om daar vragen over te stellen. Hè? Maar begin klein, begin aan het begin en stel die vragen. Hè? Neem die eindverantwoordelijkheid die een raad heeft. Nathan, jullie hebben onder andere vanuit VNG die agenda digitale grondrechten en ethiek 2022-2026. Als je daar een paar highlights uit zou moeten halen, want dit is dus op weg naar 2026, denk je van ja, dit hoort echt bij die digitale grondrechten en ethiek. Wat kan je dan noemen? Nou, het gaat voor ons echt om dat als je naar digitalisering kijkt en de discussies over digitalisering, dan hebben we het heel vaak over ICT gehad. Ja. En over mislukte ICT-projecten of gelukte ICT-projecten. Over de impact van algoritmes op besluitvorming. Er is ontzettend veel over te doen geweest. Wij willen die agenda nog verder trekken, omdat wij in onze gemeente merken dat er grotere vragen achter liggen. Mm-hmm. Namelijk, hoe ga je met algoritme en artificiële intelligentie om? Ja. Welke grenzen wil je eraan stellen? Welke toezicht wil je erop kunnen houden? Hoe wil je daarmee kunnen lopen? Voor inwoners geldt natuurlijk ook van in hoeverre zijn mijn data eigenlijk wel van mij? Ja. En is er wel zoiets als mijn data? Wat zijn eigenlijk mijn rechten? Heb ik het recht om vergeten te worden online? Of is het altijd hervindbaar wat ik in mijn leven heb gedaan? Ja. Als inwoner wil je weten welke rechten heb ik eigenlijk als ik online aankopen doe? Wat zijn online transacties? Hoe ben ik bewust of een website of een applicatie, een app die ik gebruik op mijn telefoon, of dat eigenlijk wel een app is die verstandig is? In de supermarkt vinden we het oké dat we daar allerlei richtingaanwijzer voor zetten. Groen gevangen vis, zoveel suiker in deze fles cola. Maar digitaal hebben we die hinwijzen niet. En die bandbreedtes die zouden we eigenlijk in de verhouding overheid-inwoner ook veel meer moeten aanbrengen. Goed, ja, en dan betekent wel, ja, wat je zegt wel, je hoeft het niet precies te weten, maar iets meer kennis is dan toch wel handig, toch? Ja, je moet toch wel iets meer weten waar het over gaat. Ja, ik bedoel, bij de decentralisaties was het op een gegeven moment ook, waar er binnen de raad werd ook gezegd, ja, het is veel informatie wat vanuit Rijk komt, laten we bij elkaar kruipen en gewoon kennis met elkaar delen, want we moeten dit op een of andere manier ons eigen maken. Het is ook een van de speerpunten van de agenda grondrechten en ethiek, hè, is bevorder die kennis en kunde. Maak een stap met die governance. Ja. He, die twee zaken zijn heel erg belangrijk. Ja. Ja. Ik noemde het ook al even in het begin. De neiging kan heel erg snel zijn om dit te gaan problematiseren. Ik bedoel, het is ook nog gewoon zaterdagochtend. Ik bedoel, mensen zitten een beetje vrolijk hopelijk thuis. Ik bedoel, het biedt toch ook gewoon mogelijkheden, digitalisering? Digitalisering is fantastisch. Kijk naar hoe we met corona om hebben kunnen gaan de afgelopen 2 jaar. En er wordt op dit moment geprotesteerd. Ja. Zoals wij hier staan, zoals we mensen kunnen bereiken. En dat zijn natuurlijk de grote voordelen van digitalisering. Ja. En die hebben we breed omarmd. Alleen we moeten ook nadenken over die voordelen, die zijn er. Er zijn nadelen die wat mij betreft kleiner zijn, maar we moeten er wel goed over nadenken. Ja. Want als je die verandering ongecontroleerd en ondoordacht laat doorgaan, ja, dan ontneem je jezelf de kans om daar ook richting aan te geven. En daar kun je wel degelijk politiek ook verschillend over denken. Of je meer of minder ruimte wilt geven aan de markt, of je meer of minder controle wil uitoefenen, of je meer of minder dienstverlening wilt ten koste van bijvoorbeeld een stukje privacy of gegevensuitwisseling. Nou, die dialoog die moet echt tot stand komen en daar moeten we ook politiek verantwoording voor gaan nemen. Ja. Robert, we gaan hier aan tafel zo meteen over praten met elkaar. We gaan eerst eens even een blokje praten over wat is nou eigenlijk aan de hand dat het misschien soms wat moeilijk op die agenda komt. Een beetje waar we nu ook al een beetje begin mee maken. Daarna gaan we toch ook praten over heel praktisch. Wat kan je nou als raadslid doen? Wat kan je op weg naar een coalitie doen? Wat is jouw beeld een beetje van het gesprek? Wat is jouw verwachting?
Waar het altijd om gaat, de dag na de verkiezingen, na 16 maart, zijn de programma's en de poppetjes. Dat is in iedere gemeente is dat hetzelfde. En het is dan heel, ik geef als advies mee aan de raadsleden ook van, denk na bij die programma's en poppetjes dat er ook digitalisering plaatsvindt. Ja. Dat het een heel belangrijk onderwerp is en dat je daar als raad verantwoordelijk bent. Geef dat daar een plek in. Ja, toch, ik onderbreek je even, want dan lopen het risico dat straks staat, ja. Digitalisering is belangrijk. Punt. Ja. We gaan nu door naar onderwijs. Hoe precies moet dat worden? Ja, nou wat je zou kunnen gaan doen is, wat de staatssecretaris ook zei, is maak iemand verantwoordelijk binnen je gemeente, in die coalitie, in het brede maatschappelijk akkoord wat er misschien gaat komen. Wijs daar een verantwoordelijk wethouder voor aan, een wethouder digitalisering. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant neem als raad ook een stap. Formeer een commissie, formeer een werkgroep en agendeer daar digitalisering. Ja. Begin klein met onderwerpen die lokaal spelen, die lokaal interessant zijn. Kijk ook eens naar andere gemeenten. Doe het eens samen met andere gemeentes. Dat geeft ook energie. Als je daarmee start, dat je zowel in die colleges als in die raad daar een voedingsbodem maakt. Dan komt het wel. Dan krijg je beweging. Toch nog heel even nieuwsgierig. Je bent zelf griffier in Teylingen. Ja. Heb je als griffier dan ook nog een speciale rol erin? In de zin van dat je dit aanjaagt? Want ik ken griffiers die ook een beetje soms als schoolmeester hun raad een beetje bij de les proberen te houden. Ja, ik organiseer binnen de Vereniging van Griffiers lunchgesprekken. Ook over dit soort onderwerpen. En dan zie je inderdaad wel de vraag reizen van hoe raakt dat dan mijn beroepsgroep van griffier? Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je als griffier dit ook onder de aandacht brengt van de raad. Ja. Dat je dat in een presidium of in een agendaoverleg er ook opzet. En zegt van jongens, er gebeurt heel veel. Moeten jullie als raad daar niet iets mee? Duidelijk, ja. En wat er dan vaak gebeurt als mensen dit horen, denken, oh, ik moet iets. Dan ga je naar de website van de VNG. Word je een beetje geholpen eigenlijk door de VNG hierbij? Daar doen we wel ons best voor. Ja. Dus we hebben verschillende agenda's gemaakt. Er is een agenda rondom digitale grondrechten en ethiek. Er is een agenda rondom digitale veiligheid. We hebben een overkoepelende beleidsagenda naar een waardevolle informatiesamenleving gemaakt. Dat doen we met de commissie informatiesamenleving en met het bestuur van de VNG. En daar proberen we allerlei praktische handreikingen aan te koppelen. Ja. Die zijn inderdaad via onze website, maar ook gewoon in contact met ons bereiken. Ja. We doen dat natuurlijk ook altijd met onze gemeente. Dus heel veel van de best practices komen ook uit de gemeente. Heel veel van het leren komt uit de gemeente en dat proberen we naar de brede groep gemeenten, alle 345, te brengen. Nou, en dat gaan we vandaag ook doen. We hebben filmpjes van juist vanuit gemeenten, praktische voorbeelden. Wat er nou gebeurt op het moment dat je, bij wijze van spreken, gehackt wordt of andere dingen gebeuren. Er komen zo meteen voorbij. Ik noemde net ook al de mogelijkheden van digitalisering. Biedt ook de mogelijkheid van interactie. Dat hebben we ook hiervoor gegeven nu. Jullie zijn onze interactie. Jullie hebben twee schermpjes voor jullie. Die jullie kunnen meekijken met de chat. Kijk, dan gaan we eens even kijken. Als het goed is, komen hier dan straks binnen. Ik kan al een beetje meekijken. Ja, inderdaad, terecht. Jammer, geen ondertiteling, zie ik al. Nou, terecht punt, komen we zo. Filmpjes zit wel ondertiteling. Jullie houden dat in de gaten. Mocht er nou iets voorbij komen en zeggen, daar moeten jullie het even op tafel over hebben. Jullie hebben een belletje. Dit is heel analoog. Check even of die werkt, Robert. Ja, kijk, als dat belletje gaat, weet ik dat jullie een onderdeel hebben waarvan je zegt, dit moeten we even bespreken met elkaar. Op het eind kom ik in ieder geval bij jullie terug. Dat zou zo rond de klok van 11:50 zijn. Dank jullie wel. Dank je wel. Ja. Dames en heren, we gaan van start. Want met de onderwerpen die nu allemaal zijn genoemd, daar moeten we natuurlijk verder met elkaar over praten. Dat ga ik zo meteen aan tafel doen. Maar ik noemde ook al heel even, we hebben wat filmpjes. Juist om ook die praktijkvoorbeelden bij te halen. Maar ook vanuit de verschillende wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen. Want we moeten het politiek maken. En dan is het toch ook belangrijk is vanuit hun kant te horen hoe zij aankijken tegen dit onderwerp. We beginnen zo meteen eerst met een filmpje van Ellen Nauta. Zij is burgemeester, Hof van Twente. En zij heeft wel echt iets aan de hand gehad waarvan ik denk dat veel gemeenten soms vrezen dat het over hun overkomt. Of misschien zelfs al is overkomen. Dus daar gaan we zo meteen naar kijken. Daarna Piet-Jan Dijkman, wetenschappelijk instituut van het CDA. In december 2020 werd mijn gemeente Hof van Twente getroffen door een cyberaanval. En vandaag, 12 februari 2022, zijn we bijna klaar met de herbouw. Ruim een jaar van herstel dat financieel, maar ook emotioneel, een zware wissel op onze gemeente heeft getrokken. De impact van een aanval is enorm op de dienstverlening aan onze inwoners. Gelukkig hebben we dat beperkt kunnen houden, maar er is overlast. Op onze financiële positie. We zijn 4 miljoen euro verder voordat dit probleem is opgelost. En op de inrichting van de gemeentelijke organisatie. Een hek
begint altijd met een menselijke fout. We zijn gelukkig geen robots. Gemeenten beheren een ongelooflijke hoeveelheid data. En inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat die data bij ons in veilige handen zijn. En daar is wat voor nodig. Zo legt de Rijksoverheid ons terecht allerlei audits op. NCA, bio, het zijn allemaal termen die u langs zult zien komen als raadslid en die alles te maken hebben met informatieveiligheid. Maar er is meer nodig. Er is ook besef nodig dat de informatieveiligheid niet alleen de taak is van een ICT-team, maar zeker een taak van de hele organisatie, alle medewerkers, van het college en van de raad. En daarmee is gezegd dat ICT aandacht, capaciteit en geld kost. En over dat laatste heeft u als raad in elk geval veel te zeggen. En als raadsleden zou u zich dus volgende vragen kunnen stellen. Is mijn gemeente wel veilig? Hoe is de informatieveiligheid in mijn gemeente nou eigenlijk geborgd? Heeft u als raadsleden duidelijke kaders gesteld? Voldoende budget beschikbaar gesteld? Ik wil er maar mee zeggen, ICT is de moeite waard om goed naar te kijken en om u goed in te verdiepen. Wees daarmee nooit te laat. Dank u wel. Zo'n 20 jaar geleden kocht ik mijn eerste pc. Het was zo'n grijs, vierkant bakbeest. Ik vroeg nog aan de verkoper, is 16 megabyte wel voldoende? Meneer, hier heeft u voor uw gehele leven meer dan genoeg aan. Dat vierkante bakbeest werd een laptop. En nu is die enorme computer een smartphone geworden. Letterlijk een verlengstuk van ons zijn, vastgekleefd aan ons lijf. Een smartphone is natuurlijk een handig ding. Maar snappen we wat dit handige ding doet met ons mens zijn, onze samenleving en onze overheid? Wie door de verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraad heen bladert, ziet dat er nog altijd weinig aandacht is voor digitalisering, ten onrechte. Er zijn tenminste 3 redenen waarom de lokale politiek dat moet veranderen. 1. Cyberspace is deel van onze alledaagse leefwereld, in welk dorp of welke stad we ook leven. Maar laten we er niet omheen draaien. Als er iets gebeurt in de online wereld dat de orde verstoort in de offline wereld, dan moet het lokaal bestuur optreden. En die mogelijkheden zijn er sinds kort ook. Lokale autoriteiten kunnen van sociale mediaplatformen eisen dat valse informatie of verdachtmakingen van het internet worden verwijderd. Tweede reden. Technologisch burgerschap is in deze tijd belangrijker dan ooit. De digitalisering leidt tot de kloof tussen digivaardigen en digibeten. Mensen die niet of minder digitaal vaardig zijn, raken steeds vaker aan de kant. Daar moeten we iets aan doen, of het nu gaat om mediawijsheid voor ouderen of omgaan met een DigiD voor jongeren. 3. De digitale infrastructuur van de overheid dient natuurlijk wel op orde te zijn. Dat geldt voor de cyberveiligheid, denk aan wat de burgemeester van Hof van Twente zei. Maar ook voor de digitale serviceverlening en de digitale burgerparticipatie. In de VS worden burgemeesters die de vuilnisophaaldienst niet op orde hebben, niet herkozen. Dat zaakje stinkt. Maar bij u? Heeft het gemeentebestuur de digitale zaak op orde? Kijk, en met deze voorzet gaan we hier aan tafel verder praten. Deels aan tafel, deels online. Hier links van mij heb ik zitten Kathleen Buitenweg, staatsraad bij de Raad van State. Voormalig Tweede Kamerlid en Europees Parlementlid GroenLinks. Toch even dit onderwerp. Wanneer is het bij u op vizier gekomen? Ik denk van, nou, dit, hier moeten wij iets mee. Nou, ik ben wel allang met het onderwerp privacy bezig. Dat is een onderdeel natuurlijk daarvan, ook toen ik Europarlementariër was. Maar ik merkte, ik denk zo rond 2010, dat ik dacht, ja, maar dit gaat vooral over mensenrechten. En ik ben in 2012 ook lid geworden van het College voor de Rechten van de Mens. En heb daar ook gezegd van, ja, eigenlijk moeten we het veel meer over digitalisering hebben. Toen was wel vaak het idee van, ja, moet dat niet door de autoriteit persoonsgegevens gaan. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer een klein onderdeel, alleen de privacy. Maar het gaat inderdaad over, ja, op welke wijze kunnen we zelf vormgeven aan ons eigen leven en aan de samenleving. En nou ja, vanaf toen heb ik er wel echt veel meer, dat ik dacht van, daar moeten we wat mee. En ik heb uiteindelijk in 2000,
ik weet niet, 2018, 19, samen met collega's ook toen ik eenmaal in de Tweede Kamer zat, een tijdelijke commissie Digitale Toekomst opgericht. Ja, om eigenlijk daar met elkaar de vraag te beantwoorden, op welke wijze kan nou de politiek wat meer grip krijgen op het onderwerp data. Ja, en wat is er gebeurd met die commissie? Die commissie heeft uiteindelijk geleid. Kijk, waar we toen mee zaten was dat we zeiden van ja, het wordt eigenlijk het onderwerp, en ik denk dat in heel veel gemeenten dat ook zo is, het onderwerp digitalisering wordt eigenlijk nauwelijks besproken, omdat heel veel Kamerleden eigenlijk onvoldoende tijd hebben om daar ook echt kennis over te vergaren. Omdat het onderwerp vaak heel erg verspreid is over allerlei commissies. Nou, Ik deed de commissie Justitie, hield me daar dus wel bezig met cyberveiligheid en met privacy. Maar over heel veel andere onderdelen hadden we het niet. En bovendien is het ook in die commissie is het onderdeel van een heel veel grote pakket, ook van de politie en het OM en de rechtspraak. Dus elke keer is het dan maar iets waar je je eigenlijk onvoldoende in verdiept. En we hebben uiteindelijk geconcludeerd als tijdelijke commissie van dat er een vaste Kamercommissie moet zijn. Die is er ook inmiddels. Waar je dus ook een aantal mensen hebt die echt gewoon fulltime zich bezighouden met het onderwerp digitalisering in de brede. En waarbij het dus ook zo is dat mensen van buiten weten wie zij kunnen voeden met informatie van bijvoorbeeld het Rathenouw Instituut. En waarmee we hopen dat er een aantal mensen zijn ontstaan ook in de Kamer die daar ook op al die terreinen wat richting kunnen geven. Ja. Daar gaan we zo meteen verder over praten. En ook over eigenlijk het feit dat het dus eigenlijk in heel veel verschillende domeinen zit. Ja. Dat maakt het soms ook lastig. Je verwees al even naar het Rathenouw Instituut. Paul Diederen van het Rathenouw Instituut, ook voormalig raadslid trouwens in Zoetermeer. Wat Katelijn Bettenweg net zegt, is natuurlijk ook die eerste stap was eerst, ik had het over privacy. En daarna kwam dat andere pas om de hoek kijken. Is dat een herkenbare denkroute, zeg maar, als het gaat over digitalisering? Dat is inderdaad heel herkenbaar. Als ik terugdenk aan mijn raadsperiode in Zoetermeer, dan kan ik me weinig momenten herinneren dat wij het echt over digitalisering daar gehad hebben. En als het al naar boven kwam, dan ging het meestal over veiligheid en over privacy. Wat gebeurt er met de data? Hebben die goed beschermd? Gebeuren daar geen dingen mee die we niet hebben afgesproken van tevoren? Verder kan ik mij niet herinneren dat er erg veel woorden zijn vuil gemaakt aan digitalisering. Tenzij, op een gegeven moment hebben wij ook binnen de Raad wel de mogelijkheden gezien om digitalisering op een positieve manier te gebruiken. Mm-hmm. Om die zelf in te zetten. Mm-hmm. En dat denk ik dat ook heel belangrijk is om in de gaten te houden. Digitalisering biedt ook enorme kansen. Ja. Niet alleen enorme kansen voor de samenleving, maar ook enorme kansen voor het bestuur zelf, voor de gemeente zelf. In Zoetermeer zijn we op een gegeven moment ook websites gaan bouwen om burgers mee te laten praten over de plannen die de gemeente had. Plannen werden daar neergezet. De mensen werden gevraagd om daarop te reageren, om inbreng te leveren, om ideeën aan te leveren. En de vraag is natuurlijk strakjes ook een beetje, hoe lang is er van tevoren nagedacht voordat die website beschikbaar werd gesteld? En werd er over nagedacht, wat vraag je aan mensen, wat doe je met gegevens? Dat moeten we zo onderzoeken. We hebben al gelijk een bel tussendoor. Ja, Robert. Ja, dankjewel. Een hele interessante en ook een hele goede vraag die helemaal bij het onderwerp past. Van Daniel de Wolf uit Pijnjakken-Nooddorp. En daar wordt de vraag gesteld, hoe kan de Raad die controlerende rol het beste uitvoeren op een structurele manier, waarbij de link gelegd wordt met een auditcommissie. Zou die dan niet een taakje hebben? Ja. Goeie vraag. We houden hem even vast. Ja. Want we pellen hem eerst even af waar we het nou precies over hebben, waar het probleem zit, voordat we de oplossingen gaan bedenken. Want anders doen we misschien soms wat er bij digitalisering ook wat gebeurt, dat de oplossing al wordt bedacht zonder dat ze wisten wat de vraag eigenlijk was. Dus ik kom daar zo meteen nog even op terug. Hou de vraag vast. Corien Prins, online aanwezig, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, helemaal goed. Ja. Zou ik eens aan u mogen vragen, want je merkt nu al in het gesprek dat als het gaat over digitalisering, er komt er ontzettend veel om de hoek kijken. Het gaat van privacy, van inkoop naar burgerparticipatie, naar van alles, relatie tot bedrijfsleven. Hoe kunnen we dit afbakenen? Moeten we dit afbakenen? Als het af te bakenen is, hoe baken we het af? Zo, dat zijn vragen voor de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Ja, daar worstelen wij natuurlijk ook met een zekere regelmaat mee. Nou, we hebben geprobeerd in ieder geval een aantal rapporten bij de WER om de zaken niet af te bakenen, maar in ieder geval een perspectief te ontwikkelen op de zaken. Mm-hmm. En ik vind het altijd illustratief om dat perspectief te ontwikkelen aan gewoon
aan de hand van hele concrete voorbeelden. Even terug naar het Hof van Twente en het, ja, en het filmpje. We hebben als WRR een rapport gepubliceerd in 2019 over digitale ontwrichting. Wat we daar hebben gedaan, is wat we hebben gezegd daar, en dat geeft misschien ook iets richting dat perspectief van nu. Natuurlijk hebben we ons voor te bereiden. Laat ik het anders formuleren. Natuurlijk hebben we de nodige beveiliging in te zetten om ervoor te zorgen dat kwesties zoals die bij het Hof van Twente niet gebeuren. Maar tegelijkertijd, als je vaststelt dat 100% veiligheid niet bestaat, er de kans is dat er een digitale ontwrichting plaatsvindt, dan heb je je voor te bereiden. Kortom, wat we daar hebben gedaan is eigenlijk de agenda verbreed. We hebben gezegd beveiliging aan de voorkant is belangrijk, maar tegelijkertijd je hebt je voor te bereiden op een ontwrichting. En even naar de vraag die zojuist via het belletje werd gesteld. In ons rapport hebben we gezegd, een van de instrumenten die je als politiek, dus ook op het gemeentelijk niveau in de handen zou kunnen hebben, is een afhankelijkheidsbeeld. Want als ik me heel even de gelegenheid geeft om even terug te gaan in de tijd, vroeger werd de gemeente, laat ik zeggen, stond de vijand aan de poorten van de gemeente heel zichtbaar. Tegenwoordig, als de vijand er is, dan weten we aan niet de digitale vijand waar die vandaan komt, waar die ergens zit. We weten in feite ook niet meer de poorten en de muren van de stad waarmee we onze spullen willen verdedigen. Waar zijn die poorten nou precies? Dat zijn veelal commerciële aanbieders die veiligheid dienen en onze beveiligingsapplicaties maken. En dat wat verdedigd moet worden, en dat vind ik een belangrijk punt, dat wat verdedigd moet worden staat heel erg anders, namelijk ergens in de cloud. En ook op gemeentelijk niveau worden de cruciale keuzes gemaakt. Welke cloud-aanbieders gaan wij in de hand nemen om onze data vast neer te zetten? Afrondend, wij hebben in de verschillende rapporten bij de WRR ook, laat ik zeggen, een analyse neergezet en dat perspectief waar u in vraagt proberen te ontwikkelen en tegelijkertijd geprobeerd hele concrete aanbevelingen te doen. Een van die aanbevelingen op dit terrein is zorg ervoor, ook op het gemeentelijk niveau en dus ook voor de gemeenteraad, dat er de nodige kennis en kunde is over hoe die wereld nou in elkaar zit. Onder meer via een afhankelijkheidsbeeld, om beter te weten met welke commerciële partijen gaan wij nu in zee, waar, bij welke dienstverleners zetten wij onze spullen in de cloud en willen we dat nou wel? Ja. Want een van de zorgen die wij agenderen in het rapport Digitale Ontwrichting is dat 80% van onze data bij een zeer beperkt, lees 4, cloud-aanbieders zit. Ja. Kortom, als een van die cloud-aanbieders toevallig ook weer gehackt wordt, dan hebben we een heel groot probleem. Duidelijk. Dank. Ja, mooi dat idee van inderdaad zo'n afhankelijkheidsbeeld. Want dat geeft al aan, en ook de vergelijking inderdaad met andere dreigingen die je als gemeente hebt, dan doe je dat automatisch. En op een of andere manier, hier doen mensen dat toch iets minder snel. Gaan we zo verder bekijken. We hebben straks ook een bijdrage van Wilbert-Jan Derksen van de Telde Stichting, VVD. Interessant is dat die eigenlijk zegt, je moet juist misschien wat actiever opzetten in die afhankelijkheid richting bedrijven. En daar ook wat scherper aan de wind varen. Dat moeten we over hebben. Ik kijk nog, er is nog één iemand online aanwezig. Jan Dirk van der Borg, coördinator van de CDA Bestuursvereniging, fractievoorzitter in Apeldoorn. En u bent zo enthousiast, denk ik, over Apeldoorn dat u thuis of een grote kaart heeft hangen van Apeldoorn of dat u op uw werkplek bent. Nou, het is goedemorgen trouwens. Ik ben zeker enthousiast over Apeldoorn, maar ik zit niet thuis. Nee, oké. Nee, we hebben 2 kleine kinderen en dat zou iets te veel lawaai opleveren voor deze sessie vanochtend. Kijk, dat hoort ook bij deze. Ja. Voorzit en inderdaad een kaart achter mij van Apeldoorn. Direct een stukje Apeldoorn promotie. Ja. Heel goed, heel goed. Ja. Toch even, ik vraag u dat even in uw rol als fractievoorzitter in Apeldoorn. Wordt u al een beetje onrustig over de dingen die tot nu toe worden gezegd? Denk van, hoe hebben wij dit geregeld in Apeldoorn? Nee, zeker niet. Omdat ik me zeker dezelfde zorgen ook maak over eigenlijk de naïviteit die we in veel gemeenteraden, veel gemeenten wel hebben over het thema digitalisering en de risico's die het heeft. Maar tegelijkertijd hebben wij in Apeldoorn, onder andere in het coalitieakkoord van 4 jaar geleden, maar ook gewoon met een wethouder digitalisering best wel een aantal stappen gezet. We zijn er nog lang niet. Maar er is zeker aandacht voor. Dus ik word er niet onrustig van. Maar we moeten zeker wel bewust zijn over de vele risico's die het heeft. Want als u zegt dat een aantal stappen heeft gezet, wat heeft u dan gedaan? Ja. Nou, we hebben een plan gemaakt, bijvoorbeeld om Smart City te worden. We hebben een e-visie opgesteld. We hebben een wethouder digitalisering. Dus er zijn best wel plannen gemaakt om Apeldoorn een stap verder te brengen in digitalisering en vooral ook de stad en de gemeente te helpen om digitaler te worden. Ja, duidelijk.
We gaan straks meer kijken naar wat je ermee kan doen. En dus onder andere dus inderdaad zo'n afhankelijkheidsbeeld proberen scherp te krijgen. Welke keuzes je maakt, welke discussie. Maar ik probeer toch nog iets meer vinger te krijgen achter waarom dat nou best lastig is om dat voor elkaar te krijgen. Ik vroeg natuurlijk net ook al even voor aan tafel aan Robert. Zei van, ja, heeft het soms ook te maken hoe je als privépersoon opereert? Ik bedoel, als ik thuis ben, let ik op dat ik mijn deuren en ramen dicht doe. Ik gebruik niet een VPN op mijn computer, zeg maar, om te zorgen dat ook die deur een beetje dicht zit. Is dat misschien een van de problemen, dat mensen het als consument bijna meer benaderen dan in hun verantwoordelijkheid als raadslid, Katelijne? Nou, ik denk dat er verschillende problemen zijn. Het idee dat het wel heel erg complex is. Ik bedoel, ik vind het soms ook complex. Mm-hmm. Ik ben namelijk helemaal niet een enorme expert op het gebied van digitalisering. Ik moet voor komende maandag nog een wifi-specialist laten komen, want elke keer ligt mijn wifi eruit en dat kan ik echt op de een of andere manier niet zelf oplossen. Dus het is maar... mensen worden ook een beetje angstig af en toe van die enorme techniek. En ik denk dat dat vaak ook gevoed wordt door bedrijven die denken, nou weet je, mevrouwtje, brengt u daar uw mooie hoofdje maar niet over. Dan gaan wij wel eventjes oplossen. En ik denk dat je sterker dus... nog, u kunt het geen eens openmaken, want we hebben het zo gemaakt dat u er helemaal niks mee kan. Ja, dus dat is, ik denk dat sowieso dat er een soort angst is van, oh, ik kan dat niet. Er is ook een overdreven vertrouwen in techniek. Dat we denken, nou, technologie, dat is echt, die kan echt dingen die wij niet kunnen. Hè? Bijvoorbeeld ook mensen beoordelen. Bijvoorbeeld voor of mensen goed in aanmerking zouden komen voor een nieuwe baan. Als je wil dat mensen uitstromen uit een uitkering. Dat je het idee hebt van, nou, mensen kunnen dat, of die technologie kan dat beter beoordelen dan mensen. En er is dus eigenlijk een te beperkt vertrouwen in mensen. Dus aan de ene kant dus groot vertrouwen in technologie. De angst om er iets aan te doen. En we moeten ook niet vergeten dat die digitalisering die kwam op ook in een tijd van deregulering, waarbij we sowieso dachten van, nou, die markt kan dat allemaal beter dan de overheid. Nou, al die stromingen die grijpen in elkaar in, waardoor we eigenlijk gewoon te lang geen grenzen hebben gesteld. Ja. Corine, ik zag je daar knikken even op het punt van dat vertrouwen. Meer vertrouwen misschien wel in techniek dan in de mens. Zag je heel even knikken. Herken je dat? Ja, klopt. Ik ben het zeer met Katelijn eens. Het wordt weggezet als een technisch dingetje dat neutraal is. Vroeger gebruikten we een potlood en nu gebruikten we een iPhone, een iPad, et cetera. Terwijl het doet iets met de samenleving. Ik gaf zojuist een paar voorbeelden. We zien het in onze fysieke omgeving ook. Dus wat mij ook telkens opvalt is, het is een ICT-dingetje van de ICT-afdeling en de ICT'ers. Terwijl het is een maatschappelijke kwestie. Het gaat over onze samenleving. Niet alleen onze digitale samenleving, maar gewoon onze reguliere samenleving. De tastbare samenleving. Ja. Paul? Ja, als ik daar nog even op mag aanvullen. Als we over digitalisering denken en over de problemen daarmee, dan denken we vaak over digitalisering als het misgaat. Als er ergens een hack is, als er een inbreuk is op een database, als data op straat komen te liggen en mensen doen daar iets vervelends mee. Maar belangrijk is ook om na te denken over digitalisering als het goed gaat. Want ook dan verandert het onze samenleving. En daar staan we misschien toch wel te weinig bij stil. En ik denk dat het op twee manieren zaken verandert. Ten eerste, we gaan andere dingen doen. We gaan andere dingen doen dan we voorheen deden. Mm-hmm. En willen we dat dan wel? De gemeente Rotterdam is bezig met veel meer, en zo zijn meer gemeenten, datagedreven werken. Als wij datagedreven gaan werken, wat betekent dat dan eigenlijk voor ons werk? Dan betekent dat dat ons werk veel meer gebaseerd wordt op datgene wat we kunnen zien en wat we kunnen meten. Ja. En we kunnen niet alles meten. Dus we gaan op een andere manier werken dan. En het tweede is, het verandert verhoudingen tussen mensen. Digitalisering verandert de verhouding tussen mensen onderling, maar ook de verhouding tussen de mensen en de overheid. Als ik de hele tijd een camera in mijn nek heb die over mijn schouder meekijkt, gaat daar het signaal van de overheid van uit, ik vertrouw jou niet. Mm-hmm. Je bent moet in de gaten worden gehouden. Ja, je moet in de gaten worden gehouden. Terwijl, ja, dan is het voor mij weer moeilijk om het gevoel te hebben van de overheid, dat ben ik, dat zijn wij allemaal. Nee, dan sta ik tegenover de overheid. Hetzelfde met de verhouding tussen de overheid en de professional. Ja.
als de professional niet meer in zijn waarde wordt gelaten omdat hij zich moet verhouden tot een algoritme. In dat datagericht werken zie je dat bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Zijn dit de drie voorbeelden die je wil noemen? Ja, check dat ik even. Ja, dat zijn de drie. Ja. Ja, ja, check, precies. Ja. Ik check even, er komt een belletje. Ja. Dat gaat het hier eigenlijk ook over, maar dan misschien nog wel één tandje concreter. Coronapas, een natuurlijk heel actueel thema. Maar ook de 5G-kastjes in de gemeente. Sensoren in de buitenruimte, dat is een voorbeeld wat ik eraan toevoeg. En mensen vragen zich af van ja, als we het hebben over vertrouwen, waar is dan ook de democratische besluitvorming daarover? En hebben we dat debat ook goed gevoerd met elkaar? En hebben we dat ook goed afgerond? Ik denk dat dat bijdraagt aan een discussie. Ja, duidelijk. Jan Dirk, ik zie je knikken erop. Ja, zeker. Het is toevallig een kwestie wat op dit moment in Apeldoorn ook wel speelt. De witte kastjes aan de lantaarnpalen. Ja. Waarbij we denk ik tot de conclusie moeten komen dat we als lokale overheid gewoon echt onvoldoende in staat zijn geweest om uit te leggen wat daar nou precies aan de hand is. En wat die witte kastjes doen. Het zijn 5G-kastjes. En daardoor ontstaan er allerlei complottheorieën. Overigens ook gestimuleerd door enkele raadsleden. Daar vind ik ook van alles van, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar is het zo dat je zegt van dat we dat onvoldoende uitleggen of omdat je het onvoldoende kunnen uitleggen? Begrijpen jullie zelf voldoende wat er werkelijk gebeurt? Nou, onvoldoende kunnen uitleggen, maar ook, dat is misschien ook wel het punt waar ik vanochtend wil maken. Kijk, als je digitalisering leidt ook tot een enorme toename en een meer complexe informatievoorziening. Mm-hmm. En misschien is dat wel de grootste bedreiging van de lokale democratie op dit moment. Laat ik een voorbeeld noemen. Ik ben sinds 2010 actief in de lokale politiek. En op dat moment kwam nog steeds elke vrijdag kwam er een pakketje thuisbezorgd met de stukken voor de raadsvergadering van de volgende week. En dat was een dun pakketje, ongeveer 400, 500 pagina's per week. Nou, behapbaar, goed te lezen. Ik denk als wij nu dat nog zouden doen en alle digitale pagina's die we toegezonden zouden krijgen op papier, dat ik bijna een vrachtwagen voor mijn huis krijg op elke vrijdagmiddag. Mm-hmm. Er is een enorme toename van informatie al naar de gemeenteraad. Als gemeenteraadslid ben je volksvertegenwoordiger. Moet je al die informatie ook uitleggen aan je inwoners. Als gemeenteraadslid is het al ingewikkeld met zoveel informatie. Ik heb even nagezocht. Vorig jaar heeft elk gemeenteraadslid in Apeldoorn 87 miljoen pagina's tot zich gekregen om zijn werk te moeten kunnen doen. Ja. Als gemeenteraadslid heb je daar je tijd voor, krijg je daar een vergoeding voor. Maar laat staan die inwoner, want je bent het verlengstuk van die inwoner. En als wij het al heel lastig vinden om die complexe informatie, die grote hoeveelheid informatie goed te duiden, kun je dat dan ook van onze inwoners verwachten? Ja. En ik maak me daar echt heel veel zorgen over. Dus dat betekent ook dat je daar heel veel stappen in moet maken. Digitalisering biedt daar ook heel veel kansen voor. Maar daar zijn we nog lang niet. Ja. Kathleen, wat ik nu interessant vind, wat je nu merkt in het gesprek, is eigenlijk het aantal problemen stapelt zich een beetje op. Hè. We zitten nu al, de bel aan de wortels van de democratie komen ongeveer voorbij. Inkoop lokt in, we zitten strak vast in systemen en dat soort dingen. En af en toe komt er nog één zinnetje achteraan, maar er zitten ook positieve kanten aan. Ik bedoel, hoe dreigend is dit? Of maken we het nu te zwaar? Ja, ik denk dat we... we maken het niet te zwaar, maar tegelijkertijd als we het goed regelen, kan het inderdaad, en dan ga ik wat concreter zijn dan alleen de obligate zin, het kan ook positief zijn. Ja. Maar dat gaat wel over, wat net sprak, over de interactie tussen professionals en algoritmes. Kijk, ik heb zelf het idee dat vaak wordt dus gedacht dat een algoritme de oplossing is om... het voorbeeld wat ik gaf bij als mensen uit een uitkering gaan stromen. Dan kan je gebruik maken van algoritmes om te kijken van welke mensen hebben in het verleden de grootste kans gehad op een baan. En dan ga ik juist daar effectief op inzetten. Ja, dat kan gebeuren. Weet je dat het datagedreven werken is? Datagedreven werken. Dat doe je dus vaak met data die je al hebt. Dat is sowieso al een probleem. Vaak moet je eigenlijk beter nadenken welke data wil ik hebben. Maar in plaats daarvan wordt gewoon makkelijk overgegaan tot de data die je hebt. En dat zijn historische data. Hè? De data uit het verleden. Nou, wat is het gevolg daarvan? Is dat je dus vooral
mensen zal gaan selecteren die vroeger de meeste kans op een baan maakten. Dat zijn dus vaak mensen uit geprivilegeerde groepen. Dus dan versterk je eigenlijk, als je zo'n algoritme gebruikt, versterk je de discriminatie die vroeger had. En zullen mensen die niet tot die groepen behoorden in de toekomst ook minder kans op een baan krijgen. Tegelijkertijd discrimineren mensen ook natuurlijk. Dus wat wel verstandig kan zijn, is als je heel goed bewust bent dat het algoritme, wanneer die met die verkeerde data gevoed wordt, dan moet je zorgen dat je de juiste data voedt, dat je steeds echt kijkt van hoe kan ik ervoor zorgen dat het niet discrimineert, het algoritme. En tegelijkertijd kunnen mensen, dus de mensen die ook nog selecteren, die moeten dus een open oog houden. Namelijk dat ze weten, het algoritme weet ook niet alles. Maar ze kunnen wel gebruik maken van een algoritme, omdat die misschien toch ook weer inzichten geeft die zij niet hadden gedaan. En waar het om gaat, is dat je dus niet zomaar simpel denkt, oh, het is een effectievere, makkelijkere manier, we laten het aan de technologie. Maar dat we investeren in goede technologie en in de professionalisering van mensen, zodat je een maximaal effect hebt van een samenwerking tussen mens en machine. Ja, Paul, dan ben ik toch benieuwd. Want eigenlijk precies wat Kathleen nu beschrijft, zeg maar, die afweging, die keuzes en past dit? Hoe gaan we om met data uit vlees? Ik zit me afvragen of die kennis en kunde en soms letterlijk tijd een beetje, wat Jan Dirk ook aangeeft. Ik bedoel, ik kon nogal wat op je af als raadslid, aanwezig is om dit te doen. Die kennis is niet binnen een raad aanwezig. Die kennis is bij specialisten. Maar moet een raad dit precies weten? Nee, een raad hoeft dit niet te weten. Een raad moet condities opstellen. Een raad moet randvoorwaarden neerleggen en zeggen, nou, zoals we willen een systeem. De kaders waarbinnen dit. Maar de kaders moeten, daar gaat de raad over. Ja. En dat is in Jip en Janneke taal uit te leggen als het goed is. Dat zijn zaken die te maken hebben met wat er in de black box gaat en wat er uit de black box komt. Je hoeft niet te weten. Controleerbaar zijn ook. Ja. En wat de raad dus moet doen. Zo'n afhankelijkheidsregister bijvoorbeeld, zo'n overzicht van hoe hebben we dit eigenlijk gericht, zoals Corien Prins zegt, dat is zoiets, dat moet je eigenlijk wel hebben als raad. Ik denk dat je als raad een aantal dingen moet begrijpen en een aantal dingen moet organiseren. En er zijn al verschillende dingen om te organiseren voorbijgekomen. Maak één wethouder verantwoordelijk voor digitaliseringskwesties. Zo'n register. Maar er zijn er meer. Je kunt overwegen om bijvoorbeeld als raad te verlangen dat er bij raadsvoorstellen een digitaliseringsparagraaf zit, mm-hmm. waar van tevoren is nagedacht en opgeschreven wat betekent digitalisering in dit voorstel en wat zijn mogelijke voordelen en nadelen. Wat zijn effecten, wat zijn neveneffecten. Wat je ook kunt organiseren. Gaat het dan trouwens ook over, sorry dat ik je onderbreek, ook over de onkeerbaarheid? Want dat is natuurlijk ook een van de lastige dingen vaak, dat je op dat moment wel een besluit neemt. Maar als je ziet hoe snel de mogelijkheden binnen digitalisering toenemen, dat je ook soms zegt, ja, dit was nu een wijs besluit. Maar ja, 5 jaar later blijkt het toch anders te zijn. Of blijkt die lantaarnpaal die we online laten werken, zeg maar, blijkt eigenlijk zo samen te hangen met alle andere systemen dat ik vanaf nu alle systemen moet kopen binnen hetzelfde systeem waarin ik de lantaarnpaal heb gekocht. Moet dat ook in zo'n paragraaf? Proberen inzicht te krijgen in hoe onkeerbaar is het nog? Omkeerbaarheid is inderdaad een thema. Maar je maakt al een behoorlijke stap als je expliciet gaat nadenken over dit soort dingen. Je moet eigenlijk een soort of checklist hebben van aspecten waar je naar moet kijken, waar omkeerbaarheid en de padafhankelijkheid één van de zaken is. Padafhankelijkheid, wat is dat? Padafhankelijkheid is dat je vastzit in op het pad waar je eenmaal gegaan bent. Ja, gewoon eigenlijk de groef waar je in zit. Het pad klinkt nog vriendelijk. Ja. En waar het dan heel duur is of heel lastig is om daaruit te komen. Bijvoorbeeld als je van een aanbieder wil wisselen. Ja. Of als je afspraken hebt gemaakt met commerciële aanbieders. Ja, duidelijk. Ja. Ik hoorde volgens mij een belletje van Robert. Volgens mij was het van jou, of niet? Nee, Nathan. Ja, nog een keer van mij. In de chat, het lekenbestuur, ongelooflijk belangrijk dat die ook de leken vragen stellen. Ja, ja. En daarvoor moet je natuurlijk wel ook met elkaar weten waar het überhaupt over gaat, waar de beïnvloedingsmogelijkheden zijn. Maar ook daar kun je natuurlijk naar vragen. Het is ook een beetje vanuit mezelf. En dan is er vanuit Bernard Thieme een opmerking over digitalisering is natuurlijk een heel belangrijk instrument om al die grote opgaven die nu op ons afkomen, om die ook te duiden. Of nou over wonen gaat of ondermijning of over en dan de zorg. En hij noemt er nog een aantal. En het lijkt ook wel een beetje alsof we met elkaar ook accepteren van, ja, digitalisering is er sowieso om die grote opgaven te tackelen. Dus die kansen, die nemen we sowieso wel. Maar welke
grenzen stellen we daar nog aan en welke randvoorwaarden geven we mee? Ik denk dat dat interessant kan zijn. Even op dat punt, Corien Prins, ik zag je daar op knikken, op dat laatste, over die grote opgave en dat eigenlijk zegt digitalisering moet ons daar maar in helpen. Nou, twee dingen kwamen in mijn hoofd op hier. Het eerste is, wij hebben een rapport gepresenteerd over kunstmatige intelligentie, opgave AI, afgelopen november. Een van de observaties die we daarin doen is dat er nog ongelooflijk veel ruimte is en heel veel kansen zijn om digitalisering in te zetten voor de grote maatschappelijke opgave. Juist ook vanuit positiviteit. Op het gemeentelijk niveau zetten we heel veel digitalisering in voor controle. Katelijn noemde ze ook al in het sociale domein, maar ook in het fysieke domein. Controle, criminaliteitsbestrijding, et cetera. Terwijl er ook, denk na over sociale cohesie in de buurt. In ieder geval signaleren wij op het terrein van kunstmatige intelligentie daar nog de nodige kansen. Dat is het eerste wat in mijn hoofd opkwam. Maar het tweede is, eigenlijk onze hele discussie laat zien dat er tal van onderwerpen spelen. En dat het lijkt mij, als ik me probeer te verplaatsen in een lid van de gemeenteraad, dat het ongelooflijk ingewikkeld is om nou het overzicht te krijgen van alles wat er speelt en wat moet ik nu. Als ik daarover daar probeer te denken, dan vroeger hadden we zoiets als een nota ruimtelijke ordening. Met een kader over hoe we de fysieke leefomgeving, de fysieke ruimte wilden inrichten, allerlei belangen wilden afwegen en een soort van stip op de horizon. In feite zou je dat ook kunnen doen voor de digitale leefomgeving, waarbij ik met digitaal bedoel de interactie tussen ICT en het fysieke. Ik denk dat ook op het gemeentelijk niveau een enorme belangrijke stap gezet zou kunnen worden door juist ook een vooruit te denken, proberen een algemeen kader neer te zetten. Het is ook al genoemd. En je zou dat kunnen, bedoel, dat zijn we gewend. Dat is niet iets nieuws. Alleen moeten we dat nu doen voor deze digitale omgeving. Ja, duidelijk. Ik wil nog even naar twee filmpjes kijken. Om nog even die noodzaak, omdat Corinne gaf net ook heel mooi aan, zeg maar een soort vijand aan de poort. Dat is natuurlijk ook het gekke. Het kan je in één keer overkomen. Je denkt, nou, we hebben alles redelijk goed op orde. En in één keer loopt het uit de hand. De mensen weten je ongewenst te vinden. Of er kan iets op je gemeentelijke agenda komen wat je nooit had kunnen bedenken, zelfs van tevoren dat zou kunnen gebeuren. En we gaan even kijken naar de voormalige burgemeester van Bodegraven, Christian van den Kamp. Die heeft daar een voorbeeld van wat dat uiteindelijk bij hun heeft betekend. Wilbert-Jan Derksen van de Telders Stichting, die komt daarna. Dan praten we daarna daar weer over verder. U vraagt me natuurlijk, wat is nu de impact van wat er op internet gebeurt op je gemeenschap en fysiek in je dorp? En dat is natuurlijk een heftig verhaal geweest in Bodegraven. En ik denk dat de meeste mensen de casus wel kennen. Maar er kwam een complottheorie op gang waarbij in de jaren 80 van de vorige eeuw allerlei kinderen op school misbruikt zouden zijn. En later zouden zijn vermoord door de elite om het op die manier in de doofpot te stoppen. Jaap van Dissel werd erbij gehaald. En steeds meer mensen werden genoemd als daders. Meestal gepensioneerden. En steeds meer kinderen en namen van jongvolwassenen die waren overleden werden genoemd. En het werd van kwaad tot erger. En toen ik de bewoners sprak die dit overkwam, die zeiden van ja, burgemeester, hoe kan dit nou? Dit is heel erg privaat verdriet. Wij zijn ons kind kwijt en daar worden bij iets betrokken waar we niks mee te maken hebben, wat er waarschijnlijk helemaal niet bestaan heeft. Dat willen we niet. En de mensen die als potentiële dader werden genoemd, zeiden ja, burgemeester, ik voel me gewoon bedreigd en ik kan nergens heen. Ik doe wel aangifte, maar ja, daar merk ik niet zoveel van. Dus het zou echt heel goed zijn als we wat doen. Ja, toen kwam die oproep om bloemen te gaan leggen op de graaf van de kinderen, op Vredenburg in Bodegraven. Ja, en daar konden we natuurlijk als overheid wel op schakelen. En toen zeiden we, nou, weet je wat we doen? We leggen daar een noodverordening neer. En mensen die er niks te zoeken hebben, die kunnen we op die manier weren. Nou, dat werkte prima. Ze hebben nog wel even geprobeerd op andere plekken, maar dat sloeg toch niet echt aan. Maar op internet ging het veel verder door. Het werd steeds agressiever, steeds meer namen werden genoemd, steeds concreter werden de voorbeelden. En het verdriet in mijn samenleving werd steeds groter. Nou ja, dat was echt het moment dat ik zei van oké, nu moeten we iets anders. En toen zei onze advocaat, nou dan gaan we gewoon het klassieke privaatrecht gebruiken. We gaan gewoon een verbod vragen op al die uitlatingen. We vragen hele hoge dwangsommen. We vragen zelfs lijfdwang. En als we dat vonden, dan proberen we zelfs de uitzenders, de YouTubes van deze wereld, te dwingen om al die uitzendingen te verwijderen. En dat bleek echt fantastisch geslaagd.
En ik ben ontzettend blij ook met het vonnis. Want de rechter heeft prachtige zin opgenomen waarin stond: het is de lokale overheid die de levenssfeer van haar inwoners moet en kan beschermen. En met dat vonnis in de hand is de rust in Bodegraven weergekeerd. Vanuit liberaal perspectief is het zorgelijk om te zien dat bepaalde kernwaarden die belangrijk zijn voor liberalen onder druk staan door digitalisering. Zo vormt de datazucht van grote techbedrijven een bedreiging voor de privacy van burgers. Dergelijke partijen proberen bovendien op basis van deze data ons gedrag te manipuleren, waarmee onze autonomie in het geding komt. Denk bijvoorbeeld aan het doelbewust verslavende design van social media platformen. Ook de gelijkwaardigheid van burgers komt in het geding wanneer de overheid algoritmen inzet die discriminerend kunnen uitwerken, zoals we zagen bij de toeslagenaffaire. Maar ook op het gebied van veiligheid zien we risico's ontstaan. We krijgen individuen steeds meer te maken met cybercriminaliteit, wordt de samenleving als geheel kwetsbaar. Bijvoorbeeld wanneer ransomware aanvallen, vitale sectoren als onze energie- en drinkwatervoorzieningen stil kunnen leggen. Tot slot ligt ook de democratie onder vuur door digitalisering. Desinformatie schaadt het publieke debat en kan daarnaast complottheorieën voeden. Liberalen zijn huiverig voor te veel overheidsinterventie. Wij willen zoveel mogelijk ruimte laten voor de vrijheid van het individu. Op het gebied van digitalisering zien we echter dat volledige non-interventie leidt tot onacceptabele risico's voor de liberale kernwaarden. Die zien wij juist als voorwaarde voor een vrije samenleving. Daarmee is het dus tijd voor de politiek om tot actie over te gaan en in te zetten op wetgeving, bewustwording en het ontwikkelen van een algemene digitaliseringsstrategie. Voor liberalen geldt hier dan ook dat vrijheid gewaarborgd kan worden, juist door grenzen te stellen. Kijk, twee duidelijke voorbeelden waarin eigenlijk wordt gezegd van, ja, er kan van alles op je afkomen. Totaal onverwacht, zoals in Bodegraven. Ook ja, iets wat je misschien van tevoren nooit had kunnen bedenken. Maar ook wel, en dat vond ik wel mooi, dat ze zegt van, ja, juist dat klassieke privaatrecht hielp hier. En ook natuurlijk in dit geval de liberalen die zelf zeggen van, ja, misschien moet je als overheid gewoon direct toch kunnen optreden. Jan-Dirk van den Borg, ik ben wel benieuwd. Hoe jij dat ziet, zou het zo kunnen zijn? Want we hadden het net over de complexiteit. En Corien Prins zei ook, van, ja, voordat je het weet, ben je de draad kwijt van wat je allemaal kan doen. Maar dat er misschien eigenlijk veel meer in die gereedschapskist zit, eigenlijk van die gemeenteraden. Gewoon klassieke middelen. Zoals zo'n nood- en ruimtelijke ordening, zoals werd genoemd. Dat is een methodiek die we kennen. Die kunnen we misschien, dit soort dingen, kunnen we ook gewoon toepassen op dat digitale domein. Ja, ja. Nee, zeker, zeker. Volgens mij is het belangrijk dat je als gemeenteraad ook laat helpen om dit soort gereedschapskisten te gaan vullen. Wat je nu ziet is dat de discussies vooral organisatorisch en financieel van aard zijn en te weinig over waarde en ethiek gaan. En ik denk dat je er naartoe moet dat je in staat bent om die discussies met elkaar te voeren. En daar is nog wel heel veel voor nodig, want er zijn we volgens mij nog lang niet in heel veel gemeenteraden. Je zou je bijvoorbeeld kunnen laten adviseren door een ethische commissie, die de argumenten en de onderliggende waarden van een bepaald data-vraagstuk, hè, er zijn er een aantal gepasseerd vanochtend, om die uiteen te zetten en op basis daarvan het politieke debat in de gemeenteraad te voeren. Dan zorg je er ook voor dat het goede gesprek plaatsvindt. Want daar ben je voor als gemeenteraad. Niet om te bepalen welke tool je inzet, want laat dat lekker aan de organisatie. Maar vooral om te bepalen, wat vinden wij nou van een bepaald soort datagebruik, een bepaald soort dataverzameling in de gemeente of andere voorbeelden. Een kwestie zoals in Bodegraven, aangrijpend, hè, als dat gebeurt in je samenleving. Ja, hoe ga je daar nou mee om als gemeenteraad en overigens ook als burgemeester? Laat je daarop op adviseren en reageer daar niet te instrumenteel op. Ik denk dat dat de kunst is voor de komende jaren om te doen. En dat je dan als gemeenteraad ook uitstekend je rol kunt pakken. Ja, waar ik wel echt benieuwd naar was, Katlijn, misschien kan jij daarbij helpen, is in hoeverre, want je kan zo'n nieuwe kennis erbij halen, een ethische commissie inrichting, maar zit het niet al gewoon in de vaardigheden soms van de raad zelf, de mogelijkheden die ze al hebben, de instrumenten die ze al hebben, maar dat soms de vrees voor het digitale, dat je denkt, van, daar moet iets nieuws voor komen. Nou, ik vond
vond het inderdaad wel een interessante invalshoek. En dat is zo, want je hebt natuurlijk eigenlijk al heel veel middelen in handen. Bijvoorbeeld ook bij het hebben van het stellen van eisen bij een aanbesteding. Ja. En dat is gewoon aanbestedingen. De gemeenteraden stellen altijd eisen daaraan. En je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, wanneer het gaat over data en private bedrijven. Een stad als Amsterdam is daar ook mee bezig, maar Barcelona is er zeker ook voortrekker in. Van we zeggen dat data dat verzameld is en dan met overheidsgeld. Denk bijvoorbeeld aan de groenvoorzieningen. Als je dat allemaal wil gaan privatiseren, dan de informatie die ook zo'n bedrijf dan vergaart over de kwaliteit van het groen, dat is niet alleen voor dat bedrijf, maar dat is gewoon open data. En daar kunnen ook onderzoekers nog uitputten, maar ook andere bedrijven kunnen daarvan hebben. Ja, dat zit gewoon in de voorwaarden. Dat is gewoon het instrumentenkistje wat er al bestaat. En daar zouden we eigenlijk veel meer moeten opletten van hoe kunnen we nou ons zorgen dat we uit het normale instrumentenkistje eigenlijk al de juiste leiding geven om te zorgen dat de waarden geborgd worden zoals we dat willen. Ja, want jullie hebben vanuit Raad nou onder andere geschreven, Raad weten met digitalisering. Zitten dit soort voorbeelden daar ook in? Gewoon de instrumenten die je al hebt? Dat waar ik aan moest denken in dit gesprek was dat we in Zoetermeer op een gegeven moment discussie hadden over het wel of niet vestigen van een outletcenter tegen het centrum van de stad aan. Ja. En als je dan niks doet, dan wordt de discussie gevoerd op sociale media. En wat je wel kunt doen, is zelf het podium naar je toe trekken en de instrumenten ontwikkelen om de discussie te voeren. Dan wordt het op een andere manier gevoerd dan wanneer je het op Facebook hebt. En op dat soort platforms. Want wij weten dat die platforms zo in elkaar zitten dat discussies kunnen leiden tot complottheorieën, mm-hmm. tot extreme meningsontwikkeling. Organiseer de discussie zelf. Ja. Zorg dat je zelf de digitale middelen ook in handen hebt. Ja. Maar ook daar toch weer even heel praktische vraag. Die heb je toch vaak gewoon al? Ik bedoel, als ik kijk naar raadsvergadering, iedereen zit daar te twitteren op Facebook en weet ik veel. Ze weten allemaal donders goed hoe het werkt, zeg maar. Dus waarom zou je dan niet als gemeente gewoon dat zelf ook veel eerder omarmen? En in plaats van zeggen, oh jee, dit is op social media, we moeten daar wat. Ja, we weten niet wat we moeten doen, we moeten een expert inhuren. Maar je moet zorgen dat je binnen die social media, binnen die platforms zelf proactief bent. Ja. En zelf de toon zet. Ja. En dat gebeurde in ieder geval destijds bij ons veel te weinig. Ja, dank. Ik hoorde het wel. Ja, Robert. Ja, dankjewel. Er worden heel veel vragen gesteld op de chat. Dus dat is goed. Interessante vragen, maar er worden ook opmerkingen gemaakt in de chat. En ik waar wat zorgig uit worden. En ik bundel ze even. Die opmerkingen gaan vooral over de zorgen naar de inwoners toe. Hoe regelen we nou die digitale inclusie? Hoe leggen wij naar de inwoners uit waar gemeentes mee bezig zijn? Voor inwoners is dit een vreemd iets. Het zijn vreemde onderwerpen, noemt ook iemand in de chat. Dus die zorgen die worden wel even meegegeven aan het panel. Van hoe los je dat dan op? Ja, wat al interessant is. Want we zijn eigenlijk nu tot nu toe aan het ontdekken eigenlijk hoe weinig soms nog binnen de gemeente erover wordt gepraat. Laat staan dat ze aan hun inwoners kunnen uitleggen wat ze nog niet zelf weten. Ik bedoel, dat lijkt me een extra probleem, Corien Prins. Ik bedoel, je moet toch eerst voor jezelf een beetje weten wat je aan het doen bent en welke kaders en afspraken je hebt. Maar ja, aan de andere kant heb je inderdaad wel een samenleving, inwoners die ook niet gek zijn. En ook vragen van, wat doen we? Hoe moet je daarmee omgaan? Heb je daar een beeld van, Corien? Ik vind het hele terechte vragen. Ik denk dat het cruciaal is dat we de samenleving erbij betrekken. Ik denk dat we ook daar weer gewoon ook terug moeten naar, of in ieder geval in ons gereedschapskistje voldoende instrumenten hebben om de burger te betrekken. Maar het gaat ook over een mindset wat mij betreft. Dus de eerste is, laat het je niet overkomen als gemeente. Probeer er gewoon proactief mee bezig te zijn. Vanuit, oké, stel dit overkomt ons. Wat gaan we dan doen? Dus in plaats van op de achterbank te zitten, naar de driver's seat te gaan. Dat is het één. En ik denk dat vanuit die houding stel je vanzelf vast dat je dat niet alleen kunt doen. Dat je daar draagvlak in de samenleving in je gemeente voor nodig hebt. En dat je daar dus de discussie over hebt te voeren. Kortom, organiseer een avond. Ja. Geef burgers het gevoel dat ze mee kunnen praten, niet alleen over windmolens, maar ook over camera's. Ja, Jan Dirk, ik ben wel benieuwd. Jij noemde net al heel even de witte kastjes.
Hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie daar inderdaad een open gesprek over gevoerd? Heb je inwoners erbij betrokken? Een open gesprek zeker in de gemeenteraad. Maar ik denk dat dat te veel op klassieke manier is gebeurd. Ja. Vanuit de gedachte dat als je in de gemeenteraad het gesprek voert, dat de samenleving het wel meekrijgt. Volgens mij is ook de constatering dat de tijd nu anders is, dat dat niet meer gebeurt. Dus ik denk dat we dat onvoldoende hebben gedaan. Het debat in de raad was kritisch, het debat was stevig, goede vragen gesteld. Maar onvoldoende, denk ik, buiten. Overigens ken ik niet alle details, ik weet niet welke gesprekken de wethouder in de samenleving heeft gevoerd. Nee. Maar ik denk dat het echt onvoldoende is geweest. Ja, Katrijn, ik zag dat je erop wilde reageren. Nou, omdat ik snap heel goed dat het vreemd is en dat je zegt van ja, mensen hebben geen idee van wat er allemaal gebeurt. Tegelijkertijd, het gebeurt dus al. En dat is dus wel van belang. Er zijn gemeenten die algoritmes gebruiken om te kijken welke gezinnen het meest waarschijnlijk het meest in aanraking zullen komen met huiselijk geweld. Op basis daarvan worden ook zorg ingezet. Dan weten mensen ook niet dat op basis daarvan zij blijkbaar een indicatie hadden. Dat is vrij heftig, ook voor de relatie tussen overheid en burger. En ja, ik denk dus dat het echt, je ontkomt er niet aan om nu veel opener te zijn. Om echt vanaf het begin duidelijk te zijn van hoe komen die gegevens ook tot stand. Omdat burgers ook het recht hebben om te weten waarom de overheid jegens hun handelt zoals het doet. Op basis van welke gegevens. Dus ik snap dat het aan de ene kant abstract is en ver van het bed. Maar in de werkelijkheid wordt een deel van de overheidshandelen nu al zo gestuurd. Dus we zullen ons daar wat meer eigen mee willen maken. En mag ik nog zeggen dat vanuit de Raad van State, daar wil ik toch een beetje reclame maken. Ja. Ook een aantal kaders aangegeven in een notitie of een boekje over digitalisering. Waarbij we er ook echt vooral voor pleiten om steeds vanaf het begin, als je iets doet, dus wat er nu vaak gebeurt, is je neemt een besluit en later ga je dan nog kijken, oh ja, hoe moeten we dat eigenlijk gaan doen met die digitalisering? Maar je moet vanaf het begin het onderwerp digitalisering bij elk besluit wat je neemt meenemen. Zodat je ook kijkt van, kunnen we dit überhaupt wel op de manier zoals we dat willen? Hoe zorgen we ervoor dat het uitlegbaar is naar burgers? Dat het zo transparant mogelijk is, dat het niet discrimineert. Dat burgers hun data ook nog kunnen aanpassen of kunnen veranderen als blijkt dat de data niet juist was die ingevoerd werd. Dus dat is een hele trits aan vragen die je echt als wetgever ook op lokaal niveau vanaf het begin moet stellen. Dus ik snap dat het complex is, maar we zitten er zo al middenin dat we het moeten gaan leren roeien. Ja, dat sluit heel erg mooi aan bij het punt wat je eerder noemde, inderdaad, hè, die paragraaf eigenlijk. Hè, je wil eigenlijk bij elke keer gewoon standaard meenemen, bijna een soort digitale uitvoeringstoets, om maar even zo te zeggen, welke impact heeft het? De onkeerbaarheid hoor je inderdaad. Maar ook, en dat toch nog heel even over dat punt van die samenleving, want dat hoor ik dus ook heel erg van, ja, die transparantie. Wees gewoon, dat veronderstelt wel dat je dus zelf het enigszins begrijpt. Want je moet weten wat je transparant maakt, zeg maar. Maar in ieder geval laten zien aan mensen, dit zit er onder de motorkap. Zodat ze er ook eventueel bezwaar tegen kunnen aan, want iedereen kent wel een beetje die situatie. De computer says no, een beetje dat idee. Ja, je staat met je handen in de lucht en iemand anders wijst ook, ja, ik weet het ook niet, maar er staat nee. Ja. Nee, ja, precies. En dat kan nooit het laatste woord zijn. Nee. Ja, dus er moet altijd de mogelijkheid zijn om te zien waarop een beslissing gebaseerd is. Ja. Omdat je weet dat er fouten gemaakt worden. Er kunnen foute data zijn ingevoerd. Er kan een fout in het algoritme zitten. Het leermechanisme van het algoritme kan biases versterken. We kennen die dingen allemaal. En die dingen die gebeuren dus. Dus betekent dat eigenlijk als je het niet weet dat je het niet zou moeten doen? Je moet waarborgen inbouwen. Je moet in het systeem toezicht organiseren. Zorgen dat wanneer het misgaat, het op tijd wordt opgemerkt. Ja, maar dat veronderstelt nog dat je er op een of andere manier een bepaalde manier grip op hebt. Dat je noodklepjes erop hebt. Ja. Corien Prins, hoe zie jij dat? Stel nou dat je als raad eigenlijk niet precies weet waar je ja of nee op zegt. Moet je dan gewoon nee zeggen? Als je me, Jan Derk wil graag iets zeggen hierop. Misschien mag ik hem het woord geven. Ja, die zit in mijn andere ooghoek op een scherm. Dus dan moet ik. Ja, Jan Derk eerst. Ja, dankjewel, Corien. Ja, ja, misschien een toevoeging in deze. Kijk, wat je, als je het hebt over die koppeling tussen de politieke discussie en de samenleving, dan zie je dat timing ongelooflijk belangrijk is. Ja. En wat je in veel van deze discussies ziet, hè, is dat de gemeenteraad besluit ergens over, heeft er het gesprek over, en een paar maanden later ontstaat ophef in de samenleving. Ja. Ook bij discussies rondom AZC's. En dan doe je het volgens mij dus niet goed als gemeenteraad. Hè? Dus je moet ongelooflijk goed nadenken over timing. Ik zeg niet dat je ophef moet organiseren.
Maar het is voor mij heel belangrijk om die gesprekken tegelijkertijd te voeren, op dat er ophef of anderszins in de samenleving over het onderwerp gesproken wordt. Ja. Dan heb je volgens mij echt aansluiting. Duidelijk, ja. Corine, kom ik toch terug bij de vraag bij jou. Van, op het moment dat je het nog niet precies begrijpt, hè, is het bij twijfel niet oversteken? Of stapje voor stapje oversteken? Ogen dicht en oversteken? Wat is de route? Ja, sowieso niet. Hè? Maar stapje voor stapje zou ik voor kiezen. Waarbij de default moet zijn dat technologieverhoudingen verandert. En dat is al gezegd. Ja. En je dus bij dat stapje dat je zet drie keer achter de oren krabt. En onder meer nadenkt over wat betekent dit voor burgers. Klopt deze informatie wel? Wat ik toch ook nog in de discussie zou willen meegeven is, we bouwen een enorme informatiehuishouding op. Het werd al gezegd hoeveel stukken er richting de raadsleden gaan, maar als we nadenken over onze informatiehuishouding, dat is enorm. En tegelijkertijd, wanneer gooien we ooit iets weg? Ik zeg altijd in de supermarkt, op het moment dat de houdbaarheidsdatum in beeld komt, dan gooit Albert Heijn of de Jumbo hier in het zuiden van het land, gooit dat potje weg. Omdat de kwaliteit niet langer gegarandeerd kan worden. Omdat je niet wilt dat consumenten dat product nuttigen. Ja. In een van die stapjes naar de overkant zou ik in ieder geval ook zeggen, hebben we onze informatiehuishouding op orde om deze keuze te maken. Dus niet alleen weten we het wel, maar ook weten we het voldoende. En dat we zo af en toe eens even een check doen op onze informatiehuishouding vind ik cruciaal. Duidelijk. We zijn bijna aan het einde van dit gesprek. Ik check toch even, hè, want het beeld in ieder geval wat nu bij mij blijft hangen is, van, ja, we komen best nog van ver. In die zin van iedereen moet bijna zo'n route doorlopen van waar we begonnen met eerste mensen reageren op privacy. En langzaam beginnen we steeds meer te doorgronden volgens mij hoe impactvol dit is. Op welke vlakken het allemaal gebeurt. En eigenlijk volgens mij zeggen jullie allemaal, zorg dat je vooraan staat. Zorg dat je vooraf al met elkaar dat gesprek aan het voeren bent. En dat afhankelijkheidsregister heel mooi, dat je in ieder geval weet welke keuzes je maakt, welke consequenties dat heeft. Ik hoor jullie ook zeggen dat, ja, je hoeft het niet tot in detail te kennen. Het is meer een waardediscussie soms dan een technische discussie. Laat de techniek aan de technici. Maar voer wel een gesprek over die waarde. Die is in ieder geval heel duidelijk. En die waarde die zit op heel veel vlakken. Ook in de relatie tot je inwoners. Ook in je relatie als inkoper. Ook in je relatie tot, nou ja, gewoon bij wijze van spreken met algoritme keuzes maken in je beleid. Datagericht werken. Dat zijn in ieder geval een paar belangrijke dingen die ik uithaal. Dus ik check even. Zijn er andere dingen waarvan je zegt, dat hoop ik dat blijft hangen uit dit gesprek? Katelijn, ik zag jou reageren. Ja, nou, alleen van laat de techniek aan de technici, daar raak ik dan toch een beetje zenuwachtig. Want dat kan al. Je moet wel weten wat de technici uitspoken daarmee. Ja. Hè? Want zeg maar, wat al gezegd werd, algoritmes zijn niet neutraal, data is niet neutraal. Dus je moet wel goed bekijken wat er uiteindelijk mee gebeurt. Je moet ook bekijken waarom worden keuzes gemaakt. Dus ook van, wie dient het eigenlijk om ergens om dit nu te gaan digitaliseren? Ja. Dat is ook van belang, hè? Want vaak wordt het van alles aangeboden. Maar wiens belang dienen we daar nu mee? En wat betekent het ook voor de professionals? Nee, nogmaals, zie het niet als iets waardoor je makkelijk ook de menskracht van de menskracht afkomt. Zie het wel als iets wat kan bijdragen ook aan de kwaliteit. Maar investeer dus ook altijd ook in de kwaliteit van professionals, zodat zij in staat zijn de uitkomsten van de algoritmes ook echt te beoordelen en niet denken, oh ja, dit is de uitkomst, die zal wel beter weten dan ik. Dus investeer vooral ook in mensen. Dat zou ik er nog bij willen zeggen. Eigenlijk. En vertrouwen. Hè? Vertrouwen in mensen. Dat vond ik een mooie uitspraak. Die zei, er is soms meer vertrouwen in de techniek dan in de mensen. En daar moet je dus, daarom moet je ze ook daar ook investeren. Ja, zeker. Jan-Dirk van den Borg, zijn er nog dingen waar je zegt, dat moet ik kwijt? Of als ik dit niet zeg, heb ik geen rustige zaterdag? Ja, we hebben het heel veel over risico's en zorgen. Ik wil toch nog een keer benadrukken dat het ongelooflijk veel kansen biedt om te digitaliseren. En misschien ook wel om een heleboel zorgen op te lossen. Ja. Dus laten we alsjeblieft wel met die positieve noot eindigen. Daar heb ik wel behoefte aan. Ja, duidelijk. Paul van Dieren? Ja. Paul Dieren, sorry. Daar wil ik me graag bij aansluiten. Ik denk dat zeker voor de lokale democratie digitalisering enorme kansen biedt. Ja. Ook voor het lokale bestuur gebruik die middelen om mensen dichter bij het bestuur te brengen. En om ook het bestuur zelf transparanter te maken, beter te communiceren met burgers en hen ook een duidelijkere stem in het kapittel te geven. Ja, duidelijk. En eigenlijk als enige bijzonder gebruik het verstandig. Het klinkt bijna als een soort sierencampagne begint er nu te klinken. Dat is heel mooi. Ja. Corine Prins, tot slot. Zijn er nog dingen die je zegt, wil ik graag nog kwijt voordat we doorgaan naar de volgende ronde? Nou, dat ik in ieder geval heel blij ben dat de VNG
het initiatief neemt tot deze bijeenkomst. Omdat ik ook denk dat we moeten vooral ook oppassen om het wiel niet 3 keer uit te vinden. 4 keer, 5 keer uit te vinden. En daarin kan de VNG zeker ook faciliterend zijn. Omdat weliswaar sommige dingen moeten politiek gemaakt worden, maar zijn daarmee nog niet afhankelijk van een politieke kleur. Er is een soort van, waar staan wij als Nederland voor, ook in dit debat? En ook dat moet op het politieke niveau gevoerd worden. Ja. Nou, ik vond in ieder geval opvallend om te merken dat we hebben nu 2 wetenschappelijke bureaus horen spreken, CDA, VVD, we krijgen zo meteen D66, dat je al merkt, het lijkt ook op elkaar. Ik bedoel, de opgaven delen ze gewoon met elkaar. Het is bijna apolitiek in die zin. Het is wel politiek, van je moet op een gegeven moment een discussie over waarde gaan voeren, maar dat het gesprek moet worden gevoerd, dat is volgens mij gewoon apolitiek. Dat vinden ze allemaal, tot aan liberalen zelfs die voor overheidsingrijping pleiten. Nou ja, zover zijn we al, dus dat is helemaal goed. Corien Prins, Paul Diedere, Katelijn Buitenweg, Jan-Dirk van Borg, dank jullie wel. Fijn dat jullie erbij waren. Dank. Dames en heren, we gaan weer even kijken naar een filmpje. Laura de Vries van de Van Mierlo Stichting, D66, en Rien Fraaien, secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Gemeenten experimenteren volop met nieuwe technologieën. Denk aan algoritmes voor fraudeopsporing of criminaliteitspreventie. Denk ook aan toepassingen in de openbare ruimte, zoals sensoren en camera's om verkeersdrukte te meten of gewelddadig gedrag te signaleren. Dit kunnen natuurlijk hele zinvolle toepassingen zijn. Maar in de praktijk betekent experimenteren met nieuwe technologieën te vaak dat daarbij geëxperimenteerd wordt met de rechten en vrijheden van inwoners. Neem een fraudeopsporingsalgoritme van de gemeente Rotterdam. Inwoners van de gemeente worden met dit algoritme aan extra controles onderworpen, onder andere vanwege het feit dat zij laaggeletterd zijn. Dat is onrechtvaardig. Het is een politieke keuze om te investeren in een algoritme om boetes uit te delen, in plaats van in gratis en toegankelijke taalkursussen. Het is een politieke keuze om met technologie te controleren, in plaats van te emanciperen. Zonder inhoudelijk debat en democratische controle is rechtvaardig gebruik van technologie onmogelijk. En juist aan dit debat ontbreekt het nog te vaak. Wethouders en raadsleden zien technologie vaak als objectief en neutraal. En als iets voor de uitvoering in plaats van voor op de lokale politieke agenda. Terwijl er politieke keuzes zitten in het ontwerp en het gebruik van technologie. Digitalisering hoort dan ook op de politieke agenda thuis. En daarom doe ik met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht heel graag een oproep. Trek als aspirant raadslid of wethouder de portefeuille digitalisering naar je toe. Zet digitalisering prominent op de agenda tijdens de coalitieonderhandelingen. En is er nog geen raadscommissie digitale zaken, richt deze dan op. Nodig experts uit om je kennis als raad en college bij te spijkeren. Richt ethische commissies op en nodig inwoners uit voor stakeholder workshops. En investeer in een algoritme- en sensorregister, bijvoorbeeld via het kadaster. Er is geen quick fix om schadelijk gebruik van technologie te voorkomen. Maar gelukkig kunnen we met een politiek debat meteen aan de slag. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft vorig jaar mei een advies uitgebracht over de kansen, maar ook de ethische dilemma's bij het gebruik van data. Dit advies heet Sturen of gestuurd worden. U kunt het vinden op onze website. In dat advies pleit de Raad voor het Openbaar Bestuur voor een belangrijke verschuiving. Namelijk van het verzamelen van data over burgers naar het verzamelen van data over partijen die sturen met data. Anders gezegd, de focus moet verlegd worden van burgers die worden gestuurd met data naar burgers behoeden voor risico's van datasturing. En ze daarbij het beleid laten mee- en bijsturen. U kunt als lid van het hoogste orgaan van uw gemeente een belangrijke rol spelen in het verleggen van die focus. Om daarbij te helpen ontwikkelde de Raad het zogenoemde data-debat-denkkader. Daarin stellen we hulpvragen waarmee u kunt toetsen of het gebruik van data legitiem is. Belangrijke vragen ten aanzien van dataverzameling zijn bijvoorbeeld: welk probleem moet datasturing oplossen? Of anders gezegd, welk belang dient het? 2 mooie vragen voor kaderstelling aan de voorkant van beleid ten aanzien van data. Andere vragen zijn: worden data en daarmee persoonsgegevens goed beschermd en veilig beheerd? En zo ja, hoe dan?
typisch vragen voor een soort uitvoeringstoets. Ten aanzien van data-analyse kunt u bijvoorbeeld vragen stellen als: wat is het risico op systematische benadeling, ongelijke behandeling of discriminatie van bepaalde groepen in uw samenleving of wijken in uw stad of in uw gemeente? En hoe kunnen we het risico zoveel mogelijk uitsluiten? Het risico op systematische benadeling en ongelijke behandeling. Vragen ten aanzien van data toepassing zijn, bijvoorbeeld: kunnen burgers ook baat hebben bij toegang tot data? En zo ja, tot welke data dan? Eigenlijk is het belangrijkste punt dat de Raad voor het Openbaar Bestuur wil maken: datasturing is geen technisch gedoe voor specialisten. Het is een politieke kwestie. Het gaat u en uw inwoners aan. U als raadslid moet daarbij weten wat er gebeurt en richting geven. Veel succes daarbij. Kijk, en dit sluit natuurlijk ook heel erg aan bij het gesprek wat we hiervoor hadden. Het is dus inderdaad niet van technici. Maak het politiek, zorg dat je met elkaar dat gesprek gaat voeren. En ook in dit geval ook heel actief erbij van ja, probeer dat ook juist met die inwoners dat gesprek te voeren. Want dat is cruciaal uiteindelijk voor het draagvlak, maar ook ja, voor de impact op het leven van mensen hebben. Dus we gaan daar verder over praten. Ik check toch nog heel even hoe het in de chat gaat. Want jullie stelden een paar vragen, maar leeft het een beetje? Komt het een beetje los? Moeten mensen wakker worden? Jazeker, er worden aardig wat vragen gesteld. En de interesse denk ik dat het inderdaad goed in die chat weergeeft. Maar de vraag is ook van, is die na de hand te volgen? Hè? Is die na de hand nog in te zien? Ja, de hele praktische dat vraag. Is dit later nog terug te kijken? Ja, dit is nog later terug te kijken. Want zoveel mogelijk mensen moeten hier natuurlijk weet van krijgen. Dus dat komt helemaal goed. Ja. En ik begreep dat er ook nog een gesprek was over desinformatie. Moeten we het ook even over hebben? Ja, was misschien ook wel interessant. Desinformatie is natuurlijk een heel ingewikkeld begrip. En zeker als de overheid gaat vaststellen wat desinformatie is en wat niet. Ja. Dus hoe weten we dat nou eigenlijk? En mij triggerde dat in ieder geval ook met de secretaris van de ROB op het scherm. Ze hebben een prachtig rapport geschreven, Zoeken naar waarheid. En dat is denk ik ook interessante input. Ja, duidelijk. Gaan we kijken of dat ze ook nog voorbij kunnen krijgen. Ik begin even rechts mee. Robert Lievensen, fractievoorzitter Leefbaar Schouwen-Duiveland, voorzitter VNG-commissie, raadsleden en griffiers. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Je hebt mee zitten luisteren naar het gesprek hiervoor. Wat viel je op? Ja, het valt me op dat het heel veel over de techniek gaat, heel veel over de bestuurlijke kant van digitalisering. Wij zijn raadsleden, lekenbestuur. Ja. Ik hoorde. Met ook genoemd al even. Ja, precies. Ik zei dat ook even, hè, van als je ziet wat wij allemaal weg moeten stuwen aan informatie, dat is heel veel. Ja. Ik zit nu zelf aardig wat jaren in de gemeenteraad, in de lokale politiek, heb ook nog wat studies erop af kunnen ronden en vraag me soms nog wel eens af: waar gaat dit over? Dus ik zou ook graag wat ik nog mis, maar dat kunnen we aan tafel natuurlijk doen, is eigenlijk de kant van de inwoner belichten. Ja. Van hoe ervaart nu die inwoner? Ik bedoel, het is raad op zaterdag. Hè, we zitten ook kandidaat raadsleden te kijken naar dit gesprek. Wat kan je nu doen om je inwoner aan die kant te kijken? Wat wij doen, doen we dat ook goed? Ja, dat begint wel bij de vraag die ik net ook stelde, van dat je eerst zelf wel weet wat je doet. Nou, heb je zelf daar het gevoel dat je enigszins grip hebt op die discussie over digitalisering binnen de gemeenteraad? Ja, ik heb daar wel grip op. En vooral als je praktijkvoorbeelden neemt. We hadden laatst een overleg, ook binnen de VNG. En ik stel eigenlijk altijd de vraag aan tafel. Bijvoorbeeld nu in deze periode moeten heel veel ondernemers extra compensatie aanvragen. Ja. In de vorm van, nou, we noemen het eerst TOZO. Dat eindigt, we noemen het nu weer BBZ Lite. Voor ons is het allemaal heel handig. Hè? Een inwoner snapt daar natuurlijk helemaal niks van. Nee. En dan stel ik altijd de vraag: wie hier aan tafel heeft nu wel eens een bijstandsuitkering of welke aanvraag dan ook eens gedaan? Moet je even ontbreken. Kan je iets zichten bij de microfoon? Je mag de microfoon iets bij je toetrekken. Ga gewoon een beetje opzij. Helemaal goed. Ja, helemaal goed. En dan is altijd de vraag: wie heeft dat wel eens gedaan? En dan wordt er gekeken. Ja. Nou, velen niet. En ga aan tafel zitten bij die inwoner. Ga aan die kant eens bekijken wat dat digitaliseringsproces heeft gedaan. Zo kwam ik er bijvoorbeeld achter bij de aanvraag voor de BBZ Lite. Helemaal mooi gedigitaliseerd. Is ook goed, hè, dat gebeurt. Dat de tweede vraag was of die aanvraag gedetineerd was. Dat was dus meegekomen uit een standaard proces vanuit een andere aanvraag. Heel legitiem, hè, dat je dat overneemt. Maar er was dus blijkbaar niemand meer die gekeken had welke vragen zijn nu eigenlijk voor deze aanvraag relevant en welke niet. Het ontbreekt een beetje aan de menselijke maat in de systemen. En dat moet wat mij betreft terug. Ja, duidelijk. Dank. Sjeer Hansen aan de overkant. VVD-raadslid in Reden. Algemeen bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, helemaal goed. Ja. Zo'n voorbeeld als Robert Lievensen nu net geeft. Hè, zeg gewoon heel praktisch. Gewoon ook even gewoon letterlijk gewoon meekijken.
Dit hebben we bedacht met elkaar. Hoe werkt het in praktijk? Welke impact heeft het? Zitten er vragen bij die misschien een beetje vreemd zijn? Halen we data op die misschien helemaal niet relevant is voor de vraag die we stellen? Herkent u dat? Natuurlijk herken ik dat. Alleen de vraag is, zou een raadslid zich daar druk over moeten maken? Of zou dat al getoetst moeten zijn in de uitvoering van het hele gebeuren? Ik denk dat daar ook een heel groot belang in zit. Alleen, we moeten... Ik moet altijd even, als iemand zo'n vraag stelt, dan vindt hij vaak daar ook al iets van. Ja. Wat vindt u dan dat het eigenlijk zou moeten zijn? De vraag had nooit gesteld mogen worden. Nee. Die had dus gewoon door iemand die deze vragenlijst opstelt, gewoon geschrapt moeten gaan worden. Die vraag gaan we niet stellen. Ja. Als je daar als raadslid, als politiek, je daar druk over moet gaan maken, dan is dat eigenlijk, in mijn optiek, een doodsteek voor de lokale democratie. Ja. Want dan ga je namelijk op de uitvoeringsstoel zitten. En daar ben je niet voor. Daar hebben we gelukkig een heel goed college met een heel goed ambtelijk apparaat voor om dat te gaan doen. Maar fouten worden er gemaakt. En zeker in zo'n tijd als corona zien we namelijk dat er heel veel maatregelen genomen moeten worden. We moeten ook accepteren dat 95% goed gaat. Ja. En de 5%, daar mogen we bij sturen en mogen we van leren. Ja. Maar nu is het interessant natuurlijk dat in dit geval, bijvoorbeeld bij zo'n vraag die daar wordt gesteld, dat daar data kan worden opgehaald. Ik ga even door even op dit voorbeeld. Dat wordt ook gewoon opgeslagen. We hadden natuurlijk net Katelijne Buitenweg hier zitten. Die zei van ja, veel algoritmen worden gebaseerd op al reeds beschikbare data. Dus voor iemand die heeft daar misschien straks iets ingevuld, gewoon niet wetend, gewoon per ongeluk en zegt ja, ik ben gedetineerd geweest in dit geval. En dat gaat later repercussies hebben. Dat lijkt me wel een raadsdebat. Wat hebben we opgehaald? Welke impact heeft het? Hoe lang wordt het nog nagedragen bij iemand? In de raad praat je nooit over individuele gevallen. Nee, oké, maar dan... Als raad zul je namelijk aan de voorkant moeten aangeven welke gegevens worden gebruikt voor welk besluitvormingsproces. Ja. En daar moet je alleen die informatie gebruiken en ook aangeleverd krijgen. En ik zeg bewust informatie. Ja. Er is een verschil tussen informatie en data. Mm-hmm. Informatie wordt voor raadsleden aan de voorkant gefilterd op de behoeftestelling van raadsleden. Ja. Dat is in de meest ideale wereld is dat zo. Maar we weten in de praktijk dat dat gewoon heel lastig is, omdat raden soms ook niet eens weten waarover ze kunnen sturen, ja, waarop ze kunnen sturen. Ja. En ja, dat is het gewenningsproces. Digitalisatie, ik hoorde net een voorbeeld, de eerste computer gekocht in 1994. Ja. Ik heb mijn eerste computer gekocht in 1987. Ja. Die had niet eens een hardkaart en ik was blij toen ik na een jaar... Kon je alleen maar Pong opspelen volgens mij? Nou, nee, veel meer. Oh, toch wel? Alleen altijd met floppy disk. Ja, ja, precies. In voor uw tijd. Nee, zeker niet. Nee, we hadden ook floppies. Maar ik was blij toen ik daar een kaart van 20 MB in kan gaan. Ja, duidelijk. Ja. Maar toch even, ik kom toch nog even terug op mijn vraag. Wanneer moet dan het debat wel in de raad plaatsvinden? In dit geval over data die wordt verzameld, waarvan je eigenlijk zegt, hadden we niet moeten doen. Sterker nog, we hadden het net even over doorwerking van gegevens. Iemand kan, gewoon een inwoner kan hier last van krijgen. Dit is toch een politiek debat? Ja, dat is een politiek debat. Maar als je het aan de voorkant goed geregeld hebt... Ja, tuurlijk, ja, dan is er geen probleem. Nee, en daarna is het gewoon in de wet op de privacy, die heel duidelijk aangeeft wat wel opgeslagen mag worden en niet. En we gaan ervan uit dat we gewoon compliant zijn aan de wet op de privacy. Oké, okay, ik check toch heel even, Robert Diesel, hoor je regen? Dit is een hele mooie, hè? Dit is natuurlijk een beetje waar we met z'n allen, we praten met z'n allen er heel veel over. Bij ons is het allemaal bekende informatie. En natuurlijk moet er geen debat zijn over een vraag die gesteld wordt in het systeem. Het is ook helemaal niet, daagt helemaal niet uit om in discussie te gaan. Het is een constatering dat blijkbaar we dus op dit moment technische aanvraagmodules overzetten van het ene naar het andere en er niet meer, en dan heb ik het over we, ik spreek als overheid, als raadslid, wethouder, burgemeester, ambtenaar. Niemand heeft ergens meer de check gedaan, zijn dit nu de gegevens die we nodig hebben? Het is een constatering. En daar moeten we echt met elkaar over nadenken hoe we dat met elkaar gaan oplossen. Duidelijk, ja. Linde Voortman, aangeschoven, wethouder in Utrecht voor GroenLinks, voormalig lid Tweede Kamer. Van harte welkom. Dank je wel. Ja, ik hoor je even instemmend reageren op dit punt. Ja, het is inderdaad heel erg belangrijk ddat je vooraf inderdaad heel duidelijk vaststelt van wat zijn de waarden, hè? Op basis waarvan slaan we bepaalde gegevens op. Hè? Wij hebben in Utrecht bij Visie Digitaal in de Stad vastgesteld en wij gaan daarbij ook uit van waardegedreven digitalisering. Dus alles wat wij doen op het gebied van digitalisering wordt langs de lat van het UTIEC assessment gelegd, ja. Utrechtse ethiek, ja. Waarbij we ook een aantal waarden hebben. Wat voor waarden staan daarin dan? Privacy, controle op technologie, autonomie, menswaardigheid. Dus negental waarden. En wie heeft die opgesteld? Die heeft de gemeenteraad opgesteld. Die hebben met elkaar een debat gevoerd en zegt dit zijn onze
Nou, zeg je dan ethische waarden? Ja, wij hebben inderdaad als college het voorstel gedaan van wij denken dat deze waarden van belang zijn. En die deelde de raad ook. Dus op basis van die waarden hebben wij dan een ethiek panel. Ja. Daar zaten eerst ambtenaren in. Hè. Die zitten er nog steeds in. De functionaris gegevensbescherming, onze informatiecommissaris, een aantal andere ambtenaren. En ook steeds de ambtenaren die inhoudelijk betrokken zijn bij hetgeen dat we toetsen. En we hebben daar nu ook deskundigen van buiten aan toegevoegd. Ja. En het liefst willen we in de toekomst ook toe naar dat in het panel ook burgers zitten. Ja. Zodat ook mensen die niet technisch zijn ingevoerd, maar op wie het wel impact kan hebben, ook invloed hebben. En wat voor rol heeft dan die commissie? Hoeveel invloed hebben ze? Stel bijvoorbeeld even heel praktisch. We hadden net even, ging het in het vorige gesprek ook over de inkoop. Stel je bent van plan, noem wat, in het kader van Smart City, die prullenbakken aan te schaffen die zich inderdaad zelf melden als ze vol zijn. He, dat is een van de dingen. Zeggen ze, dat is handig, duurzaam, want de vuilniswagen hoeft niet meer om te rijden en geen vuilnisbakken meer vol. We gaan het aanbesteden en een groot internationaal techbedrijf meldt zich. Ik denk, superhandig. We hebben ook al lantaarnpalen die voor hun werken. Wat doet dan zo'n commissie? Nou, die moet dan inderdaad toetsen aan de hand van die waarden. Van kan dit wel of kan dit niet? En die geeft dan vervolgens, komt er dan een ethiek assessment uit. En dat wordt vervolgens meegenomen in de besluitvorming. En ik kan u wel vertellen dat in Utrecht wij dus dat waardemodel heel erg belangrijk vinden. Dus zo'n assessment nemen we wel serieus. Van ja, gaan we dit nou wel doen of niet? En we hebben ook al een aantal keer gehad dat iets wat technisch heel interessant leek, waar ook echt wel ook voordelen aan zaten, dat we toch zeiden, we gaan dat niet doen. Nu staan veel gemeentebegrotingen best onder druk natuurlijk in deze tijd, ook financieel. Ja. Stel nou, het is toch een beetje discussie in die UT-commissie. Het is 80 miljoen goedkoper. Ik bedoel, het scheelt veel geld. Van de week hoorde ik het over de grenscamera's die door Chinese bedrijven gratis ter beschikking worden gesteld. Mm-hmm. Nee, dan moet je stevig in je schoenen staan om op een gegeven moment te zeggen van, nou, we hebben aan de ene kant hebben we geld nodig. We hebben hier een bedrijf wat superhandig werkt en we hebben goed contact mee en alles. Maar aan de andere kant, het is niet omkeerbaar. Of we hebben zo'n, dat lock-in. We zitten vast in het systeem. Moet je stevig in je schoenen staan. Ja, maar het is wel een afweging die je dan maakt. En op het moment dat je zou zeggen van, nou, wij gaan toch hier de financiële afwegingen zwaarder laten wegen, dan weet ik ook dat ik daarna weer het debat met mijn gemeenteraad krijg. Wat ook nog belangrijk is, want inderdaad, ik ben het mee eens dat je vooraf moet toetsen. Daar hebben wij dus dat waardekader voor. Je moet ook transparant zijn over de keuzes die je maakt. Dus bijvoorbeeld algoritmes, daar hebben wij een algoritmeregister voor. Dat we dus ook duidelijk maken welke algoritmes we hebben. En elk algoritme moet ook langs het ethiek assessment. Ja, duidelijk. Ja. Ik kijk eerst even naar Peter Snijs, voordat ik naar de bel ga. Burgemeester van Zwolle, lid Veiligheidsberaad en lid van de Commissie Informatiesamenleving VNG. Jullie hebben onder andere die agenda opgesteld waar Nathan het eerder over had. Dit soort onderwerpen, kan ik die terugvinden eigenlijk in die agenda? Ja, daar zitten ze eigenlijk allemaal in. En wat mij opvalt in het debat wat we vanochtend hier hebben, dat inderdaad, je kunt erin verdrinken. Het is een veelheid van onderwerpen wat van heel concreet. Sterk nog, ik heb een beetje ook als conclusie vanochtend, we kunnen bijna verdrinken in het aantal agenda's en rapporten. Want iedereen die hier aan tafel komt, heeft wel iets al opgesteld. Nou, daar heb ik wel een oplossing voor, denk ik. Kijk, het enige echte rapport. Vanuit de VNG. De VNG, ik zit een aantal jaren in die commissie informatiesamenleving en we hebben daar een enorme sprong gemaakt. Hè, van onbekwaam of onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam. En we zijn nog steeds daarmee onderweg. Maar de digitaliseringsagenda die er nu ligt van de VNG is denk ik echt een heel mooi leidend principe voor de gemeente zelf, voor ons met elkaar, zeg maar. Maar eigenlijk ook wel voor het Rijk. Want we proberen daar ook echt invloed op te hebben. En ik was erg blij met de woorden van de staatssecretaris. Dat ze zei, we willen een nationale digitaliseringsagenda maken. Nou, toen dacht ik van, ja, maar daar hebben wij enorme mooie input al voor vanuit die gemeente. Want we hebben daar echt stappen in gezet de afgelopen jaren. Duidelijk, ja. De bel ging. Ja, hoort. Ja, twee vragen die heel erg samenhangen, die in het chat gesteld zijn, die heel erg samenhangen met deze discussie. Dat is één vraag van een deelnemer die zegt van, moeten we nou niet aan de inwoners vragen wat zij belangrijk vinden en waar ze over mee willen praten en waar ze aan de voorkant bij betrokken willen zijn. Hè, nu is het vaak, het blijft in de rapporten hangen, het blijft intern, lijkt het best wel. Hè,
draai dat om en vraag aan de inwoner. Laten we die eerst even nemen. Of hangt de andere ermee samen? De andere hangt ermee samen. Die hangt er heel erg mee samen. Dat is een opmerking van, ja, zijn die discussies allemaal niet veel te abstract? Maak het concreter voor de inwoner. Ja. Als publieke waarde, ja, wat is dat dan? Als je vertelt van, wij hebben jouw data en dit besluit is met deze algoritme tot stand gekomen, dan maak je het concreet. Als je het abstract houdt, een publieke waarde, dan is die burger ook niet aangehaakt. Ja. Duidelijk, ja, dank. Ja. Robert, ik zag jou daar gelijk op knikken, want dat was natuurlijk jouw punt in het begin al. Ja, nou, ik vind het belangrijk, overigens de Utrechtse methode, dat is een methode waar een basis in ligt om mee te beginnen. Maar toch weer even terug naar die raadsleden. Ik pak hem heel even op. Want doen jullie dit dan ook? Omdat je zegt, dit is een basis om mee te beginnen? Nee, dat doen wij niet. Dus dat vind ik heel interessant. Dus ik ga straks gelijk als ik thuis ben. Dus er komt een schouwe duivelandse ethische... Nee, er is geen. Nee, goed, nu zijn wij natuurlijk schuin luif, want het is een stuk kleiner qua inwoners als. Voor ethische waarden maakt de omvang niks uit. Nou, dat maakt in die zin uit dat bij ons het contact tussen inwoners en raadsleden en wethouders en de burgemeester gewoon nog veel makkelijker is dan in zo'n grote stad als Utrecht. Ik bedoel, ik zeg altijd, grote steden, die hebben wel contact, hoor, zo wil ik het niet zeggen. Maar ik ken alle mensen op het eiland, even zo gezegd. Dat wordt in een stad als Utrecht wordt het iets ingewikkelder, iets lastiger. Maar dan betekent overigens nog niet dat je het goede gesprek voert. Dat je iedereen kent, betekent niet dat je het gesprek voert. Dan daag ik wel altijd nog steeds weer, want we gaan toch weer terug. We zijn raad op zaterdag. Ik daag raadsleden toch uit. Ga naar je inwoners. En het is zo simpel af en toe. Kijk even aan hun kant. Dus of het nou een aanvraagevenement is, of het nou een aanvraagbijstand is, of het nu, het maakt niet uit. Kijk nu eens mee aan die kant. Hoe komt dit over bij een burger? Hoe vult u dat in? Hoe ervaar je dat? Ja, maar dan ben ik toch benieuwd. Want zo'n vraag als die ik net stelde over zo'n financiële afweging. Ik weet het niet, dat als jij naar inwoners gaat en zegt van nou, we hebben hier nu de keuze tussen inkoop van een techniek. Ja. En die is, bij wijze van spreken, 80 miljoen duurder. Maar we hebben, dat is wel helemaal ethisch verantwoord, omkeerbaar en weet ik van allemaal. En we hebben deze, die is, hebben wel nog geld over, ook nog voor de sportclub en weet ik van allemaal. Maar ja, dat is wel bij een grote internationale techgigant. En we weten eigenlijk niet hoe we er over 5 jaar zitten. Ik denk dat voor bewoners, ik weet niet waar je op uitkomt. Ja, maar is het niet zo dat je als gemeenteraad de vooruitgeschoven post bent om daar de besluitvorming op te nemen? Wilt een inwoner over... Sowieso is een miljoen voor een inwoner een heel ander bedrag... Zeker. ...als voor een bestuurder of voor 80. Een volksvertegenwoordiger. Ja. Ik bedoel, dat ik net in de raad zat, schrok ik nog van een ton, 100.000 euro. Ja. Ik denk, nou, in die tijd kon je daar nog een klein huisje van kopen, ook verleden tijd. Ja. Maar dat is, weet je, je moet het uitlegbaar houden en je moet je ook afvragen... Wat ga je met wie en waar bespreken? Toch in dat uitlegbaar houden, dat is, we merken nu al aan tafel dat het gewoon voor onszelf al ingewikkeld is. Als we er dag in de en geeft ook lekenbestuur, hoe ver moeten de technieken? Het is niet makkelijk. Ik weet niet of ik, ik woon in Leiden, als de burgemeester mij uitnodigt voor een avond over dit onderwerp. Ik kom niet, denk ik. Terwijl ik het best interessant en relevant vind. Nee, maar dat is ook zo. Dat is Ja, sure. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is. Het is en-en. Het is namelijk beide, dat je ook intern kijkt en ook extern naar onze inwoners gaat kijken. De waardekaart die Utrecht heeft is natuurlijk een heel goed instrument. Op basis van het rapport van het Rathenau Instituut heeft de Nederlandse Vereniging in samenspraak met de argumentenfabriek een waardekaart gemaakt. Mm-hmm. Waarin de items genoemd worden, wat is nieuw toegevoegde waarde, eigenlijk gebaseerd op de waardekaart die ook de vereniging of het genootschap van burgemeesters gebruikt. Daarin zitten verdiepingsvragen die een raadslid zich kan gaan stellen op het moment die over dit soort issues gaat praten als digitalisatie. Ja. Wat is namelijk de toegevoegde waarde? Welk probleem los ik op? En wat ga ik met de databeveiliging doen onder andere? Maar wat is ook de financiële afweging? Ja. Ga ik een risico lopen door goedkoper te kopen en daardoor gewoon een afhankelijkheid te krijgen van een externe partij waarvan ik niet weet? Maar dat zijn allemaal vragen die erachter zitten. Dus ik kan ook ieder raadslid... of ieder potentieel raadslid aanbevelen, ga naar de digitale leeromgeving van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en zoek het daarop, want het staat er al. Maar dan toch even de vraag, want daar kwamen we net op zeggen, en dat gesprek moet je dus ook met inwoners voeren. Je moet zeker weten dat je het gesprek met inwoners gaat voeren als je weet waar je het over hebt. Okay. Want dat is namelijk ontzettend belangrijk om de inwoner aangesloten te gaan krijgen. Want als je intern niet weet hoe je dat met elkaar moet gaan doen, dan krijg je, afhankelijk van hoeveel fracties je in een gemeenteraad hebt zitten, heb je 8 of 9 verschillende geluiden zitten in een kleine gemeenschap. Dat werkt ook niet. En dan worden opeens dit soort essentiële zaken, die te maken hebben met ethiek, worden opeens politiek gemaakt. Ja. En de politiek moet je namelijk volgens mij niet maken over het wat. Want volgens mij zijn we het allemaal eens over wat we voor elkaar willen gaan krijgen. Maar de weg ernaartoe, het hoe, is een politieke keuze.
En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is en daar moet je de burger in meegaan. Ja. Ik denk dat het inderdaad ook heel belangrijk is, wat hier eerder ook al werd aangegeven, van je moet natuurlijk sowieso kijken, kunnen we dit en willen we dit? Maar ook, is het uitlegbaar? Kunnen we dit ook uitleggen aan de mens voor wie we het doen? Want alles wat wij doen, doen wij voor onze burgers. En ik vind het wel heel begrijpelijk wat jij ook, wat u ook aangeeft over ik kom niet naar zo'n avond over digitalisering. Ja. Dat zal inderdaad ook niet werken. Als het gaat over iets wat bij jou op de stoep gebeurt, natuurlijk, ja, dan wel. Maar ik denk toch dat het goed is om dan te kijken van, kun je dan op andere manieren burgers te betrekken? En ja, mij lijkt dus het best goed om ook te kijken, ook bij die afweging, het maken van zo'n assessment, kunnen we daar ook burgers bij betrekken? Zoiets, dat lijkt mij heel interessant. Ja. Het is niet makkelijk, denk ik. Maar dan heb je in ieder geval ook de stem van de burger vertegenwoordigd. Ja. Iemand die meekijkt en meeluistert, volgens mij vanuit Frankrijk, Arre Zuurmond, regeringscommissaris informatiehuishouding. Dat is hiervoor overigens ombudsman van Metropool Amsterdam. Dus als we het hebben over gesprek met inwoners en samenleving en hoe je daar als openbaar bestuur mee om moet gaan, heel veel kennis over. Maar toch eerst even, regeringscommissaris informatiehuishouding, wat doe je dan? Ja, dat is een goede vraag. Het is een heftige titel. De informatiehuishouding van de overheid is niet op orde. Dat hebben we bij de kinderopvangtoeslagaffaire op een verschrikkelijke manier moeten ervaren. En het is mijn taak om het plan wat er ligt, om daar als aanjager, zeker als boegbeeld voor te gaan staan, om ervoor te zorgen dat er echt meters worden gemaakt met het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Het is erg abstract, hè? Maar je moet denken, dat gaat dan vooral over de hele set van gegevens die overheden gebruiken en uitwisselen. En daarbovenop eigenlijk een laag met documenten, de stukken die er zijn en hoe die worden opgeslagen, bewerkt, worden verstrekt aan de Raad, maar ook via Wet Openbaarheid van Bestuur aan journalisten, ook aan het archief, zodat het ook in de toekomst kan onderzocht worden hoe wij met elkaar werken. En dat is eigenlijk de hele set bij elkaar. Dat is de informatiehuishouding. En die hebben we erg verwaarloosd de laatste 10, 20 jaar. En het is de taak om dat in een 4, 5 jaar een flinke stap vooruit weer te brengen. Ja, Katelijne Buitenweg zat hier net hiervoor aan tafel natuurlijk. En die zei bijvoorbeeld bij algoritme, als je eenmaal informatie hebt. En we hadden natuurlijk hier net ook even die vraag aan tafel van, er staat op een formulier, je vult iets in. En dat wordt later, begin je er last van te krijgen. Is het realistisch en haalbaar dat je inwoners inzicht kan geven in de informatie die over hun beschikbaar is? Dat lijkt me buitengewoon realistisch. Ja. Erg nog, ik pleit al, ik geloof sinds 2004 ervoor, ja, om bij beschikkingen altijd twee bijlagen toe te voegen. Namelijk een bijlage met, we hebben deze gegevens gebruikt in ons besluit ten aanzien van uw situatie. En we hebben daarbij deze algoritmes gebruikt. Dat zijn eigenlijk best wel twee eenvoudige dingen die je kan toevoegen. En doe dat dan op mijnoverheid.nl. Hè, dat je dat voor alle dienstverlening gewoon standaard toevoegt aan de beschikkingen. Ja. Dan kan je namelijk als burger je ook beter beschermen. Dan kan je namelijk zien, verrechts hebben gewoon een bepaald gegeven niet goed. En daarom krijg ik dit recht niet. Of krijg ik deze boete wel, terwijl het niet klopt. Ja. Dus dat lijkt me eigenlijk gruwelijk praktisch. Ja, Sjoerd Hansen, je wilde reageren? Ja, ik vind het gewoon heel cruciaal dat is. Want iedere inwoner heeft recht op zijn eigen informatiehuishouding. Hij mag zelf bepalen, want hij is eigenaar van die informatie. En bepaalt zelf wat hij deelt en wat hij niet deelt. En dat het geregeld kan worden in mijn overheid is prima, maar dat is een systeemoplossing. Maar waar het om gaat is het beschermen van de informatie die een burger ter beschikking gesteld heeft aan de overheid. Die niet misbruikt kan gaan worden in welke vorm dan ook. En doen jullie dat al in reden? Wij zijn heel kritisch met het opslaan van onze informatie van onze inwoners. En we zeggen ook hoe lang we hem opslaan en waarvoor die gebruikt wordt. Maar voorbeeld van Arre Zuurmond is, zeg maar, dat je ook zodra je het gebruik maakt, je stuurt het gewoon mee. En je zegt van, hierop is ons besluit of onze mening gebaseerd. Ja, dat doen wij al met onder andere alle beschikkingen in het sociale domein die gemaakt worden. Alle achterliggende informatie wordt gedeeld met de inwoner. En dat hij ook weet dat er een dossier van is. Ja. Interessant is, ook in deze discussie die je kunt voeren met inwoners, want dan kom ik eigenlijk een beetje ook naar het thema desinformatie zou ik toe willen, is als je een gesprek hebt met inwoners die het heel belangrijk vinden, die vinden hun privacy belangrijk, roepen vooral dat de overheid dat goed moet beschermen. Wat wij altijd doen aan tafel als ik ergens langs ga en mensen hebben daar wat over, het eerste wat ik doe is hun naam in Google intikken en op enter drukken en laten zien, maar dit zet u zelf
openbaar op Facebook of wat voor medium dan ook. Dus prima dat de overheid uw gegevens natuurlijk beschermt. Hè? Daar zijn we het allemaal over eens. Maar kijk ook wel zelf wat u zelf doet. Nou goed. Maar de lat voor overheden ligt wel hoger natuurlijk, hè? Helemaal eens. Het zijn hele gekke dingen op internet die helemaal niet waar zijn. Zet u hele, bent u Dat kan, maar dat kan natuurlijk. Ik bedoel, in principe ben ik vrij erop te zetten wat ik wil. Het is relevant om een discussie ook te voeren van welke informatie komt waar nu vandaan. Ja. Ik hoor een belletje. Ja, misschien een beetje vrij naar de chat, maar digitalisering in zichzelf. Hè, net werd Evan Tafel zegt het wat, dat is eigenlijk voor iedereen wel helder. En ik denk toch dat we dat ons ook afvragen. Hè. Het gebruik van data in tal van opgaves die ervoor liggen. Voorbeeld de ondermijning die op allerlei plekken plaatsvindt. Er is best een heftig debat gaande. Dat wordt tot nu toe vooral ook nog ambtelijk gevoerd en tussen de experts over van hoeveel privacy willen we opgeven om ondermijning tegen te kunnen gaan. Ja. En op wat voor manier willen we dat doen? Dat soort vraagstukken die gaan zich ook manifesteren rondom de woonagenda, die gaan zich manifesteren rondom de zorgagenda, gaan zich manifesteren op andere gebieden. En ik denk dat het debat over de wat daar toch ook nog aandacht behoeft. Soms misschien nationaal, maar ik denk ook lokaal op alle vlekken. Ik ben benieuwd hoe de tafel daarop reageert. Peter Snijs, zag je daarop knikken? Ja, want we gingen heel erg naar de inwoners toe. Dat is ontzettend belangrijk. Daar moet je stap in zetten. Maar dit is ook fundamenteel. En dit hoort, denk ik, in het tweede deel van de digitaliseringsagenda, om het zo maar even te ordenen. Van de kansen en de toepassingen die er zijn in de verschillende domeinen, zeg maar, die je hebt. En daar ligt ook wel een belangrijke rol voor de gemeenteraad om zich daar actief mee te bemoeien. Aan de voorkant ook te komen. Ik heb zelf in Zwolle een programma ondermijning hebben we opgezet. Mm-hmm. En daar maken we dus inderdaad heel erg gebruik van dat datagedreven werken om dat op te zetten. We maken gebruik van landelijke gegevens. En ik moet eerlijk zeggen, dat debat met de raad, dat voeren wij nog onvoldoende. Waarom? Wij hebben ze aan de voorkant daarin onvoldoende nog meegenomen. De raad zit ook zelf... Je vraagt om waarom eigenlijk? Ja, maar de raad zit zelf nog op het niveau van... De aanpak van ondermijning is belangrijk, maar hoe je dat dan doet, zeg maar, dat is de volgende verdiepingsvraag die je daarbij zou moeten stellen. En ik denk dat heel veel gemeenten dat nog hebben. Utrecht is daar wel een voorloper in, volgens mij, rondom die waardekaart. Maar die zou ook in die gemeente ook daar weer gevolgd moeten worden. Wat dan mooi is, is dat vanuit die VNG-commissie wel daar allerlei handreikingen ook voor hebben gemaakt. Dus je hoeft inderdaad niet dat wiel allemaal uit te vinden, want... Ja, dat kost heel veel tijd, heel veel werk. Dus maak daar ook vooral gebruik van, zou ik zeggen. Ja. En dat is dan de handreiking, ethiek en de waardekaart die we daarop hebben. Ja. Arre, toch nog ook even een vraag. Want je merkt in dit gesprek natuurlijk, het gaat heel veel... Het moet aan de voorkant komen. We moeten dat gesprek op tijd met elkaar voeren. We hebben kaders waarbinnen we dit gaan doen. Heb jij het idee dat dit goede kant op gaat, als we dit zo met elkaar bespreken? Ik vind het gruwelijk belangrijk dat elke gemeente een digitaliseringsagenda maakt. Eigenlijk ook inderdaad een wethouder ervoor aanwijst en een commissie. En over de volle breedte vragen stelt van wat betekent dit voor digitalisering? We hebben het over gegevens gehad en beschikkingen. Maar je kunt natuurlijk ook de vraag stellen van wat nemen wij maar waar in de publieke ruimte? Hè? En hoe openbaar maken we dat? Als we partijen gebruiken, van wie zijn dan de data die dan ontstaat? Dus er is echt een hele waaier aan vragen die je moet stellen. En ik denk dat het heel goed is dat elke gemeente dat doet. En die agenda van de VNG vind ik daar een hele belangrijke bijdrage in. En wat Corine Prins in het vorige stuk zei, dit is wel heel erg een stap-voor-stap proces. Want er zijn nog heel veel onbekende delen van de wereld die we met elkaar gaan ontdekken. Ja. Ik ben eigenlijk alleen niet zo heel erg voorstander voor die wat-discussie, want ik heb eigenlijk altijd geleerd, je hebt waarom, wat en hoe. En de belangrijkste politieke vragen zitten in het waarom. Dus waarom gaan we fraude bestrijden? Waarom bepaalde soorten fraude? Waarom gaan we eigenlijk dienstverlening doen waarbij de overheid een rol speelt? Dus die waarom-vragen, dat is volgens mij de meest belangrijke politieke vraag. En dan is ook de vraag, waarom gebruiken we bepaalde gegevens? Waarom proberen we het niet volledig digitaal te doen, zodat dat we eigenlijk ook mensen bereiken die we normaal gesproken niet bereiken. Ik ben in het verleden druk bezig geweest met niet gebruik. En veel regelingen worden door mensen niet gebruikt, soms 30-40%. En dat zijn vaak juist de mensen die het meest nodig hebben. Ja. Dus ook daar kan je discussies over voeren. Kortom, er zijn
ongekend veel discussies. En het allerbelangrijkste is dat je dat proces van met elkaar daarover praten start. Is dat niet juist kenmerkend aan dit gesprek over digitalisering dat het juist op alle drie de vlakken gaat? Zowel op de waarom, de wat en de hoe. Omdat namelijk ook hoe je het aanpakt nogal bepalend gaat worden of je het waarom gaat bereiken. En dat je dus op al die drie plekken juist dit gesprek moet voeren? Zeker. Maar het begint wel altijd met de waarom-vraag. Dus de eerste vraag is toch echt, en daar zit de meeste substantiële rationaliteit, hè, de politieke rationaliteit is, waarom gaan we dit doen? Waarom zouden we het kunnen laten? Wat gaan we doen en dan hoe? En ik ben het helemaal mee eens. De devil is in de details en ook de politics is in de details. Dus ook in het hoe zitten heel veel politieke vragen. Ja. Kijk maar naar de algoritmediscussie. Ja. Dat is ook juist cruciaal voor als je het wil uitleggen aan mensen, hè, de mensen voor wie we het doen. Ik vind wel dat het punt wat meneer Zuurmond aanhaalt over hè, een wethouder voor aanwijzen, raadsleden die hè, hier ook het gesprek over voeren. Hè. We hebben dat met Visie Digitale Stad natuurlijk gedaan en we komen elk jaar bij de raad erop terug waar staan we nu. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel belangrijk dat het niet alleen iets is van die raadsleden die hier al veel mee hebben. Mm-hmm. Want het speelt ook op werk en inkomen. Hè? Als je het hebt over het gebruik van regelingen. Het speelt ook op mobiliteit. Het speelt eigenlijk op alle terreinen. Dus ik vind het ook wel belangrijk dat eigenlijk elk raadslid zich realiseert dat hij ook een stuk digitalisering in zijn portefeuille heeft. Ja. Dat is eigenlijk wel. Mag ik daar iets aan toevoegen? Ja, dat is mooi als je dan digitaal aanwezig bent. Dan kan je overal tussendoor breken. Arjen Zuurmond. Ja. Ja, en dat helemaal vanuit Frankrijk. Hè? Ja, ongelooflijk, hè, toch? Ja. Mooi die digitalisering. Maar het is natuurlijk helemaal waar. Kijk, digitalisering is een horizontaal vraagstuk. Dat raakt echt alles. Of het nou onderwijs, gezondheidszorg, armoede. Ja. Dus je moet ook als raad accepteren dat zo'n commissie zich met alle andere commissies bemoeit. Precies. En we hebben de neiging in ons bestuurlijk model om alles netjes af te bakenen. En dat gaat hier niet mee. Het is een horizontaal vraagstuk en het raakt echt alles. En dat betekent dus dat je, het wordt een beetje matrixachtig in plaats van netjes verkokerd. Is dit een horizontaal vraagstuk wat overal doorheen snijdt. En dat moet je, ook dat moet je snappen. Deze wethouder moet zich dus met alle andere wethouders dan ook kunnen bemoeien. Ja, of ik kijk gelijk naar Peter Snijders, burgemeester. Het is gewoon misschien wel een burgemeesterszaak. Dit is chefzaggen. Dit is zoals veiligheidsdomein. Corien Prins had het over de vijand aan de deur. Dit is iets wat eigenlijk onder verantwoordelijkheid van de burgemeester moet vallen. Ja, ik vind dat je daar ook wel weer heel erg mee moet oppassen. Want die burgemeester heeft ook een hele onafhankelijke rol. Maar hij moet er wel voor zorgen dat het gefaciliteerd en georganiseerd wordt. En als ik kijk naar de komende 4 jaar, de komende raadsperiode, zeg maar, en collegeperiode van de gemeenteraad, dan gaan we denk ik op meerdere vlakken die matrixorganisatie te zien krijgen. Want we hebben gewoon best hele complexe vraagstukken. Maar die digitalisering is daar een hele fundamentele in. En dat merken we ook in de VNG, hebben we dat gemerkt. Hè? Wij vanuit de commissie informatiesamenleving betrekken steeds meer andere commissies bij de discussies die we hebben gevoerd. En je ziet dat heel belangrijk is. Hè? Onder andere rondom het digitaal stelsel voor de omgevingswet. Hebben we met een commissie om tafel gezeten die daar ook over de omgevingswet gaat. Zeg maar. Dus je ziet dat we daar al die matrixgedachte hebben. Maar ik denk dat het voor raadsleden goed is om te beseffen voor de komende 4 jaar in alle gemeenten dat we steeds meer zo zullen gaan werken. Duidelijk. Ja, Robert? Wel ook aangeven in dat gesprek wat je voert, want het is heel vaak hè, natuurlijk op het hele hoge abstracte niveau, om te begrijpen. Als dit is toch al best concreet, of niet? Of is het concreet nog abstract? Als lekenbestuur wil begrijpen wat je op een hoog niveau als algemene afspraken maakt, zul je met elkaar wel moeten kijken aan de onderkant van wat gebeurt daar nu. Bijvoorbeeld, ik hoorde ook net even werk en inkomen, hè, dat is een hele belangrijke. Ja. Zit een groep mensen die al slecht kunnen meekomen in digitalisering, niet alleen digitalisering, maar goed, op meerdere vlakken. De bibliotheek pakt dat fantastisch op hè, nu op dit moment. Ga ook daar kijken hoe wordt dat daar ervaren. Voor ons is alles zo snel normaal. We doen even een appje. We doen even een mailtje. Het is allemaal zo simpel. Terwijl er echt ook nog mensen zijn die nog moeite hebben met lezen en schrijven. En eigenlijk de vraag niet meer durven stellen. En het maar accepteren dat ze van alles moeten aangeven en inleveren. Ja. Dus vanuit die optiek, moeten we denken van buiten. Het lijkt mij dat dat ook in zo'n utiek, dat er ook in zit. Juist ook voor die mensen die wat minder digitaal vaardig zijn. Zeker, ja.
ja, het gaat ook over autonomie, over menselijke waardigheid, rechtvaardigheid. Ja. Dat zijn inderdaad voorbeelden van die 9 waarden die wij hebben. Ja. En het gaat er ook niet alleen om dat je zorgt dat mensen digitaal vaardig zijn, maar ook dat digitaliseren ook juist voor deze mensen moet werken. Dus als wethouder personeel en organisatie en werk en inkomen ben ik daar juist ook mee bezig om daar ook echt koppelingen te maken. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat mensen ook echt krijgen waar ze recht op En zit daar trouwens ook, ben ik toch even nieuwsgierig naar, ook de variant in dat je zegt van nou, en soms is het ook gewoon weer fijn om tegenover elkaar te zitten. Zit er ook in altijd. Datzelfde? Ja. Altijd. Het kan nooit de factor mensen vervangen. Nee, het is een aanvulling op. Ja. Sterker. Sure. Kom eerst even hier. Sure. Ja. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we als raadsleden ons heel goed realiseren dat digitalisering een prominente rol speelt en gaat spelen in de toekomst, maar het zijn heel veel gebieden. Maar het begint bij bewustwording. Mm-hmm. Die bewustwording van raadsleden is cruciaal, dat je met digitalisatie een aantal knelpunten kunt oplossen, maar ook aan de andere kant knelpunten kunt oproepen. De tweedeling in de maatschappij op het gebied van digitalisatie is nu al groot en we moeten ervoor waken dat die niet nog alleen groter gaat worden. Ja. Dat is een bewustwording die de gemeenteraad moet hebben en daar ook gewoon op basis van de waardekaart die er zit, gewoon ook vragen moet gaan stellen. Hebben we daaraan gedacht? Dus we moeten elkaar ook scherp houden. En blijf je ook verbazen, hè? Blijf je verbazen als raadslid, want hoe langer je erin zit, hoe meer we in het systeem ook meegaan, hè, als raadsleden. Maar blijf je toch altijd, ik denk terug aan de tijd dat je net in de raad zat, blijf je verbazen over. En dingen die je niet snapt, stel de vragen. Ik vind het ook altijd als vragen niet gesteld worden. Ja, mensen, dan komen we helemaal nergens. Ja, duidelijk, ja. Ik zeg altijd, als gemeenteraad moet je oppassen dat je niet in de systeemwereld zit. Precies. Als raadslid zit je namelijk in de leefwereld. Je zit dan namens de leefwereld en je probeert de systeemwereld te beïnvloeden. Maar het is zo veilig om die systeemwereld te blijven zitten, want die is herkenbaar. Kom uit die systeemwereld, redeneer het vanuit de leefwereld. En dan zie je daar opeens dat er hele andere invalshoeken gaan zijn. Maar ik merk wel, ook weer deze ochtend, als raadslid heb je wel een extra verantwoordelijkheid vanuit die leefwereld om ook goed te doordenken wat bijvoorbeeld die digitalisering. Want dat komt vaak wel, dat raakt een beetje buiten beeld natuurlijk. Ik weet ook niet wat er allemaal met de gegevens op mijn telefoon gebeurt. Dus in mijn leefwereld is het gewoon een superhandig ding. Ik verwacht wel een beetje van raadsleden dat die zeggen, superhandig ding. Maar in de leefwereld hoort ook bij dat je zojuist al je data hebt weggegeven. Daarom zeg ik ook, vraag die waardekaart op. En gebruik dat, want dat is een van de vragen die erin staat. Heb je daarover nagedacht en wordt daar voldoende antwoord op gegeven en waarborgen voor gegeven? En als dat er niet is, niet doen. Dan moet je gewoon een besluit nemen. Dit is een risico. Is het een acceptabel risico, ja of nee? En als het een niet acceptabel risico is, moet je als besluitvormer zeggen, niet doen. Okay. Ik wil even checken, want het is 10 voor 12. Er werd net al even gezegd, de volgende collegeperiode. Er komen coalitieakkoorden aan, dus ik ben ook wel benieuwd. Wat moet daar nou in staan? Ik check even een aantal dingen die zijn genoemd vandaag, waarvan je eigenlijk zegt, die zou je moeten willen. En ik kijk even bij jullie. Steek even je hand op als je zegt, nee, klopt niet, of anders, of dat soort dingen. Elke gemeente, wethouder digitalisering? Nee. Ah. Dat is namelijk een systeemoplossing. Oké. Okay. Nee, maar dit is nog maar het eerste punt, hè? Nou, okay, ik vind van wel. Ja. Er moet iemand dit als prioriteit hebben. Iemand moet dit als prioriteit op zich nemen. Maar dat is niet het enige wat er nodig is. Want dat is niet genoeg. Nee, het was nog maar punt 1. Sjeer, waarom zeg je gelijk nee? Omdat namelijk het gaat als een systeem inrichten. Terwijl digitalisatie alle portefeuilles raakt. Over het hele leefgebied en het hele besluitvormingstraject. En dat je zegt, ik heb een aanspreekpunt die het gaat doen en zo gaat borgen. Ja. Is prima. Maar, dat kan toch een wethouder zijn? Ja, maar dan leg je de rol bij de wethouder neer. Als je namelijk een wethouder digitale zaken noemt, dan ga je hem framen in dat namelijk zijn hoofd. Nou, maar als het van iedereen is, dan is het van niemand. Dus ik vind dit op zich wel interessant klinken. Wij hebben nu in Utrecht, Smart Cities zit bij mijn collega en ik ben van de organisatie en de dienstverlening. Ja. Wij doen het dan samen. Maar ik vind het op zich best een interessant idee. Ja. Ik ga even door. De kanttekens zijn duidelijk. Want anders gaan we... het idee van die commissie. Dus als je zegt, van, je moet in ieder geval een commissie hebben digitalisering. Heel goed idee. Daarmee de verbreding zoeken, niet bij het alleen die mensen laten liggen. Je moet daar in de volle breedte met de hele gemeenteraad de gesprekken over voeren. En met name die waarom-vraag die net werd gezegd. Ja. Afhankelijkheidsregister. Naast het risicoregister.
Maar een goed idee? Dat heeft Corine Prins heeft dat eerder gezegd. Die zei van, je moet eigenlijk gewoon in kaart brengen met elkaar wat zijn de afhankelijkheden die we uiteindelijk eigenlijk tot stand hebben gebracht met de keuzes die we hebben gehad. Met eventueel locked-in, met eventueel doorwerking van afspraken. Gewoon, dit is eigenlijk waar we in terecht zijn gekomen met elkaar. En dat moeten we gewoon openbaar zijn. Moeten we gewoon weten van elkaar. Ja, die openbaarheid is natuurlijk altijd goed. Het doet mij denken aan het algoritmeregister. En het dat zit in diezelfde lijn. Ja. Maar wat ik merk, dat hebben wij in onze stad ook gedaan. Algoritmeregister en sensorregister. Maar dat is niet voldoende alleen. Nee. Daar hoort een andere discussie nog bij. Ja, we zitten sowieso in de NNN. Dit geeft eigenlijk het voorbeeld alweer. Laten we ook een duidelijke scheiding met elkaar afspreken. Waar gaat nu het bestuur over? Dus het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester. Ik vind het systeem is vooral de burgemeester, want de wethouders zijn echt wel in staat om dat tegen dat systeem aan te houden wat hun portefeuilles aangaat of daar de menselijke maat niet verloren gaat. En wij zijn er als raadsleden om het geheel te controleren. Of Robert, tegelijkertijd zou ik denken, dit is een systeemantwoord. Nee, dit is geen systeemantwoord. Ja, want je zegt, ik denk gewoon als inwoner, jullie zijn gewoon gemeente. Succes. Nee, dit is geen systeemantwoord. Je moet uitkijken dat je inderdaad, en dat is natuurlijk, moet je wel kijken op individueel niveau. Daar kan je van leren als raadslid. Dat is je verbindende rol. Ja. Maar je moet ook gaan uitkijken dat je als gemeenteraad niet gaat zitten besturen. Laat dat vooral over aan het bestuur. En ik hoor net als voorbeelden uit Utrecht. Dat is echt werkwijze waar je mee aan de slag moet. Je zit er we zijn geen burgemeester, geen wethouder. We zijn volksvertegenwoordiger, verbinder. Voeg nog een punt toe. Werd genoemd de digitaliseringsparagraaf. Eigenlijk altijd toevoegen aan elk besluit, aan alles wat je doet. Gewoon even een soort digitale uitvoeringstoets. Moet er gewoon altijd bij zitten. Dit zijn de consequenties. Ja, goed idee? Ja, ik wil geen, paragraafinflatie krijgen. Nee? Want dan kun je ook op allerlei andere punten wel paragrafen toevoegen. Maar aan de andere kant wil ik die check, die zou ook wel weer goed zijn. Dus ik ben een beetje in dubio. Ik wil één ding aan toevoegen. Dat ik denk, we staan wel op een cruciaal punt nu in onze samenleving. Hè. We hebben corona, is nog onder ons. Maar we hebben gezien wat ook digitalisering daarin doet. Ik denk dat het goed is dat je voor een bepaalde periode zou moeten zeggen, de komende college, raadsperiode, 4 jaar lang doen we zo'n paragraaf erin. Ja, dat het gewoon even in de denken komt. Ja, als je hem doorzet, want zo had ik hem begrepen en daar ben ik een groot voorstander van, ook vanaf de andere kant, als je per besluit, dat wordt net ook aangegeven door meneer Suurmond, als je per besluit een bijlage erbij gaat doen van waar halen we de gegevens vandaan, dan wordt er ook op een andere manier, ook door de uitvoerders, gewoon door onze ambtelijke organisatie, maar ook door een wet, wordt er op een andere manier al naar gekeken. En ga je dus zaken voorkomen waar we in het begin over hadden, dat je geen vragen gaat stellen die niet nodig zijn. Dus heel goed. Andere constatering die we ook hebben gedaan, is eigenlijk de gereedschapskist van gemeenteraden of van gemeenten, daar zit eigenlijk al best wel behoorlijk wat in. Je kan ook gewoon via de huidige methodes, via het recht en via andere, kan je eigenlijk soms wel best veel. Dus het kan best zinnig zijn om toch nog eens een keer even met elkaar door die gereedschapskist te gaan, in plaats van denken, dit is een andere wereld, we hebben andere instrumenten nodig. Ik denk wel dat het alsnog goed kan zijn om als raad wel echt dat kader ook vast te stellen. En dat dan ook vervolgens ook regelmatig terug te laten komen van waar staan we nu qua uitvoering. Ja. Want ik denk dat als je dat hebt, dan kun je als gemeenteraad ook goed grip hierop houden. Ja, duidelijk, ja. Leg het niet vast voor 4 jaar, maar zorg ervoor dat het een groeidocument is waarbij je op basis van evaluatie kunt leren wat je wel moet blijven doen en wat je niet meer moet gaan. En er hoort nog één ding bij, dat is capaciteit mensen. Het werd net ook gezegd, we hebben in heel veel gemeenten, is er nog onvoldoende capaciteit of onvoldoende kwaliteit in de ambtelijke organisatie om dit te doen. We zijn daar enorm nog moeten daarop schakelen. Duidelijk. En dan kun je die gereedschapskist ook goed gebruiken. We maken een laatste ronde. Dingen die nog toegevoegd moeten worden aan dit lijstje. Mensen die nu aan het coalitieakkoord stiekem al aan het concept aan het schrijven zijn. Want dat wordt gewoon gedaan natuurlijk. Wat hoort er nog bij het lijstje? Kijk nog even Arre Zuurmond. Is er nog iets waar je denkt, dit moet er mee? Nou, waar we het eigenlijk niet over hebben gehad is openbaarheid. En dan heb je het vraagstuk van de actieve openbaarheid. Maar ook wel de passieve openbaarheid. Dus doen wij eigenlijk voldoende aan openbaarheid als gemeente? Sluiten we voldoende stukken, maken we die openbaar op voorhand. Hè? Dus proactief in plaats van na een BOP-verzoek. En het is een vraag waar we het helemaal niet over hebben gehad. Maar ik denk dat je die ook als raad moet stellen. Waar staan wij in die discussie in zaken openbaarheid en transparantie? Ja,
Goed punt. Kathleen Buitenweg noemde het een beetje, maar het is heel goed om dat nog te benadrukken. Linda Vormen, nog iets anders wat erbij moet? Ja, transparantie en in aanvulling daarop ook weerbaarheid. Hè, van zijn onze medewerkers ook hier goed genoeg op ingericht? Weten zij ook wat hierbij komt kijken? En ja, waar de heer Zuurmond voor is aangesteld, informatiehuishouding. Want ja, als je niet weet wat je hebt, dan kun je dat ook niet bijvoorbeeld actief openbaar maken. Dus daar hebben we ook echt als gemeente nog wel veel op te doen. Ja, Sjoerd Hansen. Wees niet bang om te investeren in jezelf als raad. Cruciaal, het is een vrij belangrijke taak die je hebt. Dit doe je er niet zomaar bij. En wees niet bang om ook geld ter beschikking te stellen om de raad op een hoger niveau te krijgen. Duidelijk. Robert Diefsen. Ja, ik richt me toch ook tot raadsleden, tot de nieuwe raadsleden ook vooral. Ga vooral op pad, ga wat doen, ga naar buiten. Ga ze iemand helpen bij het invullen van een aanvraag. Op die manier zie je in de praktijk wat er gebeurt waar jij uiteindelijk over gaat. Duidelijk. Peter Snijders, tot slot. Ja, check als raadslid, nieuw raadslid, is de basis in je gemeente op orde? Hoe zit het met digitale dienstverlening? Hoe zit het met de veiligheid, de digitale inclusie? Komt iedereen in jouw gemeente? Komen alle inwoners? Kunnen die een beroep doen op die gemeente? Dus check of die basis op orde is. Ga daar het gesprek over aan. Ja, duidelijk. Dank jullie wel voor nu. En hopelijk is het een start van een gesprek. Nou, althans, het is een voortzetting van het gesprek, want op veel plekken vind je al plaats. Maar voor sommige mensen is het een start. En zeker voor nieuwe raadsleden is het iets. De burgemeester gaf het ook goed aan. Ik bedoel, laten we de komende 4 jaar er gewoon eens een extra accent op zetten. In de hoop dat over 4 jaar denken van nou, dit hoort gewoon standaard bij ons denkproces. Overal doorheen. Dank jullie wel. Absoluut. Ik loop even terug naar Nathan en Robert, want jullie hebben dit. Daar, helemaal goed. Eerst toch even hoe die chat was. Want jullie hebben dat een beetje in de gaten gehouden. Ben ik altijd nieuwsgierig naar, want soms zeg je wel eens een actieve chat en ga je laten terugkijken waar het de 2 mensen die heel actief waren. Nou, het waren in ieder geval meer dan 2 die actief waren. En je zag dat in de chat, dat waren hele praktische opmerkingen die er kwamen, maar ook wel vragen die dieper gingen. Hè? Over de transparantie, over de betrokkenheid. Is het niet te abstract? Hè? Maakt het allemaal niet te technisch? Dat zijn allemaal heel vragen die ook hier goed aan de orde gekomen zijn, denk ik. En hoe vond je het zelf eigenlijk? Ik vond het zelf, hè, als we kijken naar een van die speerpunten van die digitale agenda, hè, dat is die kennis en kunde bevorderen. Ja. Nou, dan denk ik dat we hier deze ochtend een hele hoop kennis hebben tot ons kunnen nemen. Maar ook praktische handvatten hebben gekregen om dat naar die raden ook naar een kunde toe te brengen. Ja. Hoe pak je dat dan beet als nieuwe raad? Hè? Ja. Hoe ga je dat dan doen? Je bent zelf griffier in Teilingen. Heb je er zelf ook iets uitgehaald waarvan je denkt, ja, dit moeten we eigenlijk gaan doen? Ja, nou, ik vind de opmerking van Arre Zuurmond, hè, zie het als een horizontaal iets, is natuurlijk echt een opmerking, hè, die ook blijft hangen, hè, die je ook kunt bespreken in je eigen raad. Hè. Ja. Maar hoe doe je dat? Kijk, als je als nieuwe raad nu begint, je hebt niet in één keer, je bent niet in één keer op het niveau van Utrecht, hè, met een ethische agenda, hè, of Apeldoorn met een e-visie. Maar je moet toch beginnen in je eigen raad met iets om het op een agenda te zetten. Naar een groep mensen te kijken in je organisatie. Hè, van wat speelt daar dan in je organisatie op het gebied van digitalisering? Ja. En stel je als vervolgens dan als raad de vraag van hoe zit het dan met die publieke waarde? Ja. Dus, en mijn vraag was, wat neem je mee? Dus zeg eigenlijk, dit ga ik doen. Ja. Dit ga ik organiseren. Ja, ja. Kijk, helemaal goed. En dat is nog voor de volgende. Nou, wij zijn in de regio waar ik zit, daar zitten we met 3 gemeentes in een ambtelijk samenwerkingsverband. Daar zijn we al mee gestart, zeg maar. We hebben een paar bijeenkomsten gehad waarbij we in die organisatie kijken van joh, wat lopen daar eigenlijk voor een project op digitalisering? Okay. Nou, op dat niveau zijn we. Wat ik vanochtend hoor is van trek het een niveau hoger. Ga met de inwoners in gesprek, kijk naar die publieke waarden. Nou, dat is iets wat ik meeneem. Ja. En Nathan, wat haal jij hieruit uit dit gesprek? 2 dingen die ik eigenlijk wil highlighten. We hebben het even gehad over de kansen. Er was ook wel eventjes de zorg van, komen die kansen wel voldoende aan bod? Ja. En toen dacht ik, ja, maar die kansen, die pakken we toch. En dat dendert eigenlijk door. Ja. Dat doet de markt voor ons, dat doen de organisaties voor ons enzovoort. Het gaat recht om dat we dat stuur pakken. Ja. En daarom hebben we misschien ook wel veel gefocust op, nou ja, wat zijn nou de risico's en wat zijn de andere kanten. De driver's seat, zoals het werd genoemd. De driver's seat. Ja. Ik denk dat die aanjaagfunctie, ik hoorde Peter Snijders dat ook zeggen, die aanjaagfunctie die is essentieel. En misschien moet het uiteindelijk wel in de lijn landen. Maar het aanjagen en die aandacht ervoor hebben en die aandacht ervoor vragen en die aandacht ervoor houden de komende tijd is echt cruciaal. En ik vond ook de opmerking over de horizontale verbinding van digitalisering door alles heen, vond ik heel mooi. Ik zou hem eigenlijk diagonaal willen noemen. Want dit houdt zich niet aan de grenzen van het openbaar bestuur. Het gaat over bestuurslagen heen.
Maar we zijn er allemaal verantwoordelijk voor en ook allemaal eigenaar voor. En bij gemeenten manifesteert het zich het meest, omdat die elke dag in contact staan met die samenleving. En daarom moet je ook als gemeenteraad, ook als gemeentebestuur, die verantwoordelijkheid voelen en die ook naar het Europese niveau, naar het nationale niveau toebrengen vanuit jouw leefwereld. Kijk, duidelijk. Tot zover? Ja. Dames en heren, ja, nee, ik wil deze nog wel even dag zeggen natuurlijk. Want dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van deze Raad op Zaterdag. Volledig digitaal naar u toegebracht deze ochtend. We hopen dat u er veel aan heeft gehad. En we hopen natuurlijk ook, want u hoorde heel veel rapporten, adviezen en dat soort dingen voorbij komen. Kijk in ieder geval ook gewoon even op de website van de VNG. Daar worden heel veel van dit soort informatie verzameld. En mocht u nou vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze uitzending, laat het dan gewoon nog heel even weten. En zoals gezegd, het is ook helemaal opgenomen. Dus misschien zijn er nog wel andere raadsleden of potentiële raadsleden waarvan u zegt, die moeten dit even kijken, geef het gewoon door. Ik wens u alvast een hele fijne zaterdag en heel veel dank voor het kijken.